Geachte aanwezigen, geacht publiek op de tribune, van harte welkom bij de raadscommissie van 21 september. We hebben bericht van verhindering ontvangen van meneer Raamaker. Meneer Westerman is afwezig, daarvoor in de plaats neemt mevrouw Kappert plaats. En dat zal haar laatste commissievergadering in deze rol zijn. Waarschijnlijk, hopen wij, wordt zij volgende week geïnstalleerd als raadslid. En daarmee heb ik de opening. Spreekrecht burgers. We hebben geen aanmeldingen ontvangen, doch. We hebben wel een verzoek van Sam Loggen ontvangen. Of hij alsnog gebruik kan maken van het spreekrecht. En dan met name over het initiatiefvoorstel van D66 wat op de agenda staat vanavond. En ik stel de vergadering voor dit toch te verlenen. We hebben 5 minuten daarvoor ingepland. De verdediging van het stuk is aan meneer Rooijakkers, maar meneer Loggen wil daartoe iets vertellen over misschien de totstandkoming. Dus dat zullen we horen. U mag plaatsnemen achter het spreekgestoelte. Het lampje van de microfoon kunt u aanzetten. En als u heeft ingesproken, wil ik u vragen om even te blijven staan, zodat eventuele vragen aan u kunnen worden gesteld. Dank u wel. Ik wil ten eerste even beginnen met het dank aan meneer Leegwater en mevrouw Schiphorst. Toch voor het verlenen van dat ik hier mag staan, daar ben ik erg blij mee. En ik wil graag beginnen. Beste burgemeester, wethouders, raadsleden en overige aanwezigen. Ik sta hier vanavond om voor het college en de raad het plan van de jongerenraad toe te lichten. En ik wil jullie graag het plan presenteren dat ik samenwerken met D66 Dalfs heb gemaakt om jongeren binnen de gemeente Dalfs een stem te geven, mee na te denken over het plannen van hun toekomst in de gemeente Dalfsen, hun toekomst in de schaduw van de blauwe bogen en in de luwte van de vecht. Want als het aan D66 ligt, hebben jongeren de toekomst. De toekomst verandert voor jongeren. Van veranderingen in de minimum alcoholleeftijd 2 jaar geleden gaan we naar veranderingen in de zorg, die nu ook de effecten hebben op jongeren. Van een nieuwe inrichting en opfleuring van het dorp tot aan misschien wel een verfrissende blik op het regionale openbaar vervoer. Naar onze mening kunnen jongeren eraan meedenken. Daarom wil D66 graag een jongerenraad oprichten. Bij een jongerenraad moet u alleen niet denken aan een raad die bijeenkomt zoals een gemeenteraad. Dat is veel te politiek. Zoals jullie alle waarschijnlijk wel weten, heb ik als vertegenwoordiger van dit plan in de stentor gestaan. Het was dan wel komkommertijd, maar toch heb ik er veel reacties op gekregen. Een reactie op het internet was bijvoorbeeld van een niet-jongere overigens. Goh, daar zit ik nou net op te wachten. Een hockeyballetje van de Pechtoldbende. Ik moet zeggen dat het in ieder geval een duidelijk commentaar is. We moeten helaas voor deze commentator het tegendeel gaan bewijzen. Het laatste wat wij als D66 namelijk willen is dat deze raad zo'n typisch politieke raad wordt. Louter voor jongeren die zich in politiek interesseren. We willen dat deze raad staat voor alle ideeën en gedachten van alle jongeren in de gemeente Dalfsen. Het doel is om alle kernen binnen deze gemeente te vertegenwoordigen. Echter zijn de leden van de Pechtoldbende wel degelijk gestart met het initiatief, omdat dit iets is waarvoor wij staan. En als ik de verkiezingsprogramma's mag geloven, zijn vele van de partijen in deze zaal dat met ons. De woorden "het betrekken van jongeren in de lokale politiek" zullen velen van jullie niet vreemd in de oren klinken. Of, zoals de grootste partij binnen deze raad op het verkiezingsprogramma heeft staan, belangrijk is dat de jeugd zelf initiatief neemt, maar structurele vormen van jongerenparticipatie moeten georganiseerd worden in samenwerking met jongerenwerk, plaatselijke belangen, gemeenteraad en college. Ik zeg u leden van gemeenteraad van Dalfsen, laten we beginnen. Jongerenparticipatie staat voor veel gemeenten de laatste tijd hoog in het vaandel. Ook, mede door verschillende veranderingen in het systeem, wordt het voor veel gemeenten erg belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving op gang komen en goed uitgevoerd worden. Wij als D66 denken dat het oprichten van een jongerenraad een goed voorbeeld is van burgerparticipatie. Over het vlak van jongeren denken we helemaal dat er iets moet gebeuren binnen de gemeente Dalfsen. De huidige communicatie richting jongeren binnen de gemeente Dalfsen sluit niet aan bij de jongeren. Als hoofdcommunicatiemiddelen worden binnen de gemeente voornamelijk de voorpagina van de Dalfse Courant gebruikt, het burgerpanel of informatieavonden. Al deze communicatiemiddelen sluiten niet bij de jongeren aan, als de jongeren al geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die worden behandeld. In het antwoord van het college op dit initiatiefvoorstel wordt het volgende geschreven. Op verschillende manieren worden jongeren reeds betrokken bij gemeentelijke vraagstukken en het is altijd goed om hier aandacht aan te besteden of dit beter kan. Als lezer van het antwoord schoot mij gelijk de volgende vraag te binnen.
Welke middelen gebruikt de gemeente dan om de mening van jongeren te peilen of om jongeren bij de gemeente te betrekken? Ik sta zelf erg open voor dit soort onderwerpen, maar ik heb nog nooit een uitnodiging gehad van de gemeente voor de aandacht van mijn mening of die van de rest van de jongeren in het dorp. En dat vind ik gek, want ik loop hier toch al een tijdje mee en ben zeer geïnteresseerd in de dingen die hier gebeuren. In de reactie van het college merk ik toch enigszins een terughoudendheid en dat vind ik jammer. Ook verwijst het college in haar reactie naar een recent uitgekomen onderzoek. Net toen ik op het RIS keek zag ik dat dit onderzoek bij de notitie was toegevoegd. Maar dit onderzoek, ik zal het nog even voor degenen die het niet hebben gezien, was van mevrouw Veerlinga. En ik zou ook graag met het college in gesprek willen over de uitkomst van dit onderzoek. Want ik heb dit onderzoek ook gelezen en hieruit is voor mij niets negatiefs geconcludeerd. Het bleek dat jongerenraden niet vaak van de grond komen, maar dat dit komt door een verkeerde of ontbrekende communicatie tussen de jongeren, begeleiders en verwachtingen van de gemeente zelf. Het punt is, verschillende partijen moeten met elkaar in dialoog blijven. En laat dat nou net het doel van deze jongerenraad zijn. Het doel van deze raad is het volgende. Als jongeren willen we het peilen van de mening onder jongeren een verfrissende draai geven om uiteindelijk het gevraagde en ongevraagde advies dat wij willen geven ook verfrissend en nuttigend voor deze gemeente te laten zijn. De vormgeving van deze raad zou er als het volgende uitkomen te zien. Binnen de raad zou er sprake zijn van een vaste kern. Een bestuur met een commissaris, een contactpersoon of begeleider binnen de gemeente. En de contactpersoon binnen de gemeente zou dan een wethouder zijn. Dat zou voor ons erg nuttig zijn. Mag ik u even onderbreken? Wilt u tot een afronding komen? Ja, zeker. Binnen de raad zou de kern zou uit een paar vaste leden bestaan, maar we kunnen het ledenbestand heel erg groot maken door social media. Zo kunnen we jongeren afroepen of oproepen als zij hebben aangegeven via internet dat zij graag over iets willen meepraten. Het zou helemaal mooi zijn als er binnen de vaste kern een paar jongeren zitten die uit de verschillende kernen binnen de gemeente Dalfsen komen. En zo kunnen we een zo representatief mogelijk beeld geven van wat er speelt onder jongeren in de gemeente Dalfsen. Als gemeente hier een klassieke politieke raad in zouden richten, zou de raad na 2 weken doodbloeden. We willen als D66 van u dat u verder denkt dan een klassieke raad. Dat u zich verplaatst in de jongeren en de manieren waarmee zij leven. En op die manier zullen we hopelijk samen in gaan spelen. Dank u wel. Dank u wel voor uw enthousiaste verhaal. U heeft ook een aantal vragen aan de raadscommissie gesteld. Ik weet niet of die beantwoord worden rechtstreeks aan u, maar mogelijk in het debat met meneer Royakkers. Dat zal vast wel aan de orde zijn. Ik wil de raadscommissie in de gelegenheid stellen om vragen aan u te stellen, verhelderende vragen. Meneer Schuurman, gemeente. Ja, dank u wel. Mooi helder betoog, vurig, wat dat betreft heel goed. De vraag die bij mij eigenlijk openstaat is, je geeft aan dat de betrokkenheid tot dusver niet volledig tot zijn recht komt. Hoe denk jij dat dat zou moeten gebeuren in de komende periode? Hoe zou je dat kunnen bereiken? Nou, de betrokkenheid vanuit de gemeente bedoelt u dan? Ja, nou, dat kan dus door in ieder geval het meer betrekken van jongeren door middel van die raad. En die raad hoeft niet zo te zijn als hier, waar we allemaal bij elkaar zitten, maar gewoon een wat flexibeler houding van de gemeente. Ik wil gewoon dat er in ieder geval iets gebeurt, en het zou helemaal mooi zijn als dat in die raad gebeurt, maar ik wil gewoon dat er iets gebeurt dat jongeren om hun mening worden gevraagd. En met overal is er wel iets waar wij ook wel wat van vinden. En daar moet in ieder geval iets op komen. Helder antwoord. Meneer Uitslag, CDA. Ja, ook de complimenten voor inspraak. Op zich een helder verhaal. U noemde een aantal voorbeelden. Waarbij bij mij in ieder geval de vraag naar voren kwam. Is de jongerenraad het instrument waar u denkt? Of is dat een instrument? Hè? En staat u open voor meerdere opties om de jeugd, jongeren te betrekken bij beleidsvorming, plannen aan kunnen dragen enzovoort. U noemt zelf een aantal andere voorbeelden. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat bij mij persoonlijk toch het D66 hart is. En dat is toch met onze slogan nu vooruit. Die raad, ja, het brengt veel gedoe, veel vergaderingen. En willen we echt daadkrachtig zijn, dan kunnen we inderdaad ook in gaan spelen op andere manieren om jongeren te bereiken. En misschien wel met brainstormavonden om daarmee te beginnen. Om uiteindelijk in ieder geval wel tot iets concreets te komen. Maar willen we zo snel mogelijk beginnen, dan kunnen we misschien wel beginnen met brainstormavonden of quick teams, zoals het in andere gemeenten heet bijvoorbeeld. Dus in principe nu vooruit en we willen door. En zo snel mogelijk in ieder geval. Oké, dus een jongerenraad is dan
een vorm van jongeren te betrekken. Maar je zegt eigenlijk, we willen graag jongeren betrekken. En dat kan op verschillende manieren. Ja, nou, we hopen in ieder geval, of ik hoop dat zo'n jongerenraad uiteindelijk de concrete vorm is. Omdat ze dan in dialoog, beter in dialoog kunnen met een vaste kern met de gemeente. En dat het dan niet blijft bij personen die af en toe naar zo'n avond komen. En niet helemaal van het rijlen en zeilen weten. En dus in principe naar het voorstadium van de jongerenraad is het goed om dat soort avonden te hebben. Maar uiteindelijk is het concrete beeld of idee dat wij willen krijgen toch een jongerenraad. Oké, dankjewel. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Sorry. Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Logge. U houdt een gloedvol betoog, waarvoor dank. Als ik het goed begrepen heb, stelt u dat een jongerenraad niet politiek is. Maar jongeren zijn wel politiek. Hoe ziet u dat spanningsveld? Hoe gaat u dat oplossen? Nou kijk, wat ik bedoel met een jongerenraad is niet politiek, is dat wij niet als jongeren in het politieke spelletje willen worden getrokken. Wij vinden ergens iets van en wij willen dat op papier zetten. Wij willen dat laten horen aan de gemeenteraad. En wat we daarbij willen, is dat we goed worden begeleid. Maar wij willen niet, wat ik bedoel met politiek, is dat er van een verschillende partij een vertegenwoordiger is. Of dat we in dat hele politieke geromslom mee moeten. Wij willen gewoon vertellen wat er aan de hand is. En daar willen we goed bij begeleid worden. En we hopen dat de gemeente ons dat kan brengen. Suggereert u dan misschien dat jongeren het dan wel met elkaar eens zijn als ze een advies gaan geven? Nee, en daarvoor is uiteindelijk zo'n raad. Want daar zie ik wel een spanningsveld. Dus ja, zou je daar iets van kunnen toelichten hoe u dat ziet? Ja, natuurlijk is er spanning. Want ik noemde net ook al dat er, wat ik hoop in ieder geval, dat alle kernen bij elkaar worden getrokken. En de kern in Honors zal ongetwijfeld iets anders vinden dan de kern in Nieuw-Leuzen. Maar juist binnen zo'n raad is het dan ontzettend leuk om met elkaar in discussie te gaan. En ik las laatst ook zo'n ding van Loesje. Waarbij staat, democratie leren we niet op school of op de universiteit. Dus waar moeten we het dan leren? En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat met elkaar als jongeren in Delftse hier kunnen leren. Onder goede begeleiding, nogmaals. Zodat we in ieder geval niet in de knel komen, inderdaad met meningsverschillen. En dat we uiteindelijk voor een zo representatief mogelijk advies kunnen komen voor alle jongeren binnen de hele gemeente Delftse. Dankjewel. Meneer Schuring, VVD. Dank voor het betoog. Ik heb daar wel een paar vraagjes over. Want het laatste, daar gaf je net al eventjes een beetje een richting in. Mijn eerste idee was, waarom schuiven die jongeren dan niet met hun ideeën aan bij een van de partijen? Je doet net een goed betoog vanuit jouw D66 hart. Ik kan me voorstellen dat de plek is. En voor degene die van liberaal hart is, die is van harte welkom bij ons. En zo zal er bij de andere partijen niet anders zijn. Dus ik zal me wat dat betreft af te vragen waarom niet via die weg. Mm-hmm. En op het moment als dat niet aansluit, probeer aan die kant de communicatie aan te laten sluiten. Dat is de eerste vraag. Zal ik ze alle drie meteen afvuren of wou je daar eerst een reactie op geven? Kom maar op. Nou, want wij hebben er zelf ook met regelmaat met jongeren over gesproken en geprobeerd jongeren erbij te betrekken. En we zijn er continu mee bezig met de scholendebatten. En een van de dingen waar wij ons hierbij zaten af te vragen is, hoe zit het dan met die doelstelling dan? Hè? Communicatie naar en met de jongeren? Of is het ook daadwerkelijk input krijgen van jongeren? En als je dat wil en je wil het niet dood laten bloeden, dan zul je het ook een ingebed plekje moeten geven. Hebben jullie daarover nagedacht? En de laatste is eigenlijk, ja, je zegt de deelnemers uit de kernen, het zou mooi zijn als, hebben jullie daar ook al iets van een pool voor gevonden? Zijn er al aanmeldingen of mensen die jullie in de achterzak hebben of ben ik nou te vooruitstrevend? Oké. Ik wil graag bij de laatste vraag beginnen. Mag ik je vragen om het kort te beantwoorden? Ja, zeker. Ja, drie vragen, dat is wel moeilijk. Maar de kern, ja, in principe heb ik geluiden gehoord van jongeren die zeggen van we zouden wel wat willen. Ik heb ze alleen nog niet bij elkaar, want ik moet hier eerst doorheen en ik denk we kunnen het gaan promoten. Maar ja, als het uiteindelijk niet van de grond komt, dan heb ik veel beloofd. En dan komt het uiteindelijk niet. En dan kom ik uiteindelijk ook weer bij de eerste vraag van u. Dat is dat de politiek is voor veel jongeren iets voor oude mensen. En het opstapniveau... Ja,
ik zeg niet voor mij, maar het opstapniveau naar die raad, het is toch wel wat. Het is een raadzaal met de koning daar. En ja, het is toch wel iets waar je moet staan. Toen ik hier ook begon, dacht ik ook van, nou ja, het zijn toch wel allemaal mensen die er wel verstand van hebben. En je moet die stap durven nemen. En wat dat betreft is onze stap, is die stap veel te hoog. En we willen zeker met jullie in gesprek. Maar niet op de manier qua burgerinspreekrecht, op de manier waarop dat dit moment gaat. En uiteindelijk is dat dus ook om uiteindelijk met jullie in gesprek te gaan, willen we die verfrissende blik op het verhaal gaan geven. En uiteindelijk moet dat inderdaad een ingebed plekje gaan krijgen met een vaste kern van de jongerenraad, waarbij we leden op afroep bij kunnen halen. Is dat antwoord op de vraag? Vragen? Ja, mag ik nog antwoord geven op de doelstelling? Ik wil meneer Wildvank ook het woord geven van de Partij van de Arbeid, gezien de tijd en de grote agenda. Okay. Wil ik meneer Wildvank nu het woord geven. Ja, dankjewel. Geachte heer Loggen, beste Sam. Ja, ik weet nog niet helemaal goed hoe ik dit nou doe, maar ik houd maar even bij Sam. Ik sluit even een beetje aan op een aantal vragen die al gesteld zijn, maar Wat mij bekroop in je betoog is even de vraag van, en laat ik om te beginnen zeggen dat wij je voorstel van harte gaan ondersteunen, dat is één. En twee, de vraag die ik erbij heb is wel van, waarom is het er al niet? Waarom moet je eerst hier doorheen, zoals je net zei? Want ja, het had ook andersom gekund. Ja. Nou, dat is een vraag die ik mezelf ook afvraag. Dus dank daarvoor. Ik vraag mij ook af, waarom is dit er nog niet? Waarom worden wij niet gevraagd? En dat heb ik net ook in mijn betoog. Nee, maar dan begrijp je mijn vraag niet goed. Dan begrijp je mijn vraag niet goed. Ja. Waarom wil je eerst hier doorheen en ben je niet gewoon al begonnen? Omdat dit voor mij de reden is, of de manier is om aan de gemeenteraad in Dalfsen te laten merken, wij jongeren zijn er ook. En willen wij wat bereiken met de jongeren in Dalfsen, dan vind ik dat wij eerst in gesprek moeten en eerst het op moeten zetten samen met de gemeenteraad van Dalfsen. Anders krijg je allemaal verschillende adviezen. En wij zullen ook, we willen het niet te politiek maken, maar toch willen we een politiek advies geven, zullen wij begeleid moeten worden door mensen die er verstand van hebben. En daarom kloppen wij eerst hier aan om in ieder geval een groot draagvlak te hebben vanuit de gemeenteraad. Heel veel vragen gesteld en we komen er zo meteen richting meneer Royakkers verder op over te spreken. Hartelijk dank voor je enthousiaste betoog en de beantwoording. En ik wens je veel succes, nu al. Maar ja, we gaan het erover hebben zometeen. Mooi, dank je. Je mag op de tribune plaatsnemen. Hartelijk dank. Zo verder met de volgende agenda. En ik stel voor om de agenda af te werken zoals de agenda is voorgesteld. En daarmee wil ik meneer Smit uitnodigen als voorzitter. Oh, die zit al aan tafel van de Rekenkamercommissie. Een toelichting te geven op het rapport wat is ontvangen, waar naar de gemeenteraad is gestuurd. Vanavond gaan we het bespreken. En aan u het woord, meneer Smit. Sorry. Bedankt voor de mogelijkheid om een korte toelichting te geven. Dit is het tweede rapport van de Rekenkamercommissie. Overigens, de commissie is tussentijds natuurlijk veranderd, omdat na de gemeenteraadsverkiezingen twee nieuwe leden zijn bijgekomen en twee andere leden vertrokken zijn. Wij hebben eerst als Rekenkamercommissie gepolst bij het presidium wat voor prioriteiten en wat voor onderwerpen ze hebben. En daarbij bleek dat de hoogste prioriteit werd gegeven aan het onderwerp samenwerking en democratisch gehalte. Nou, dat onderwerp hebben wij graag ter hand genomen. En we hebben naar aanleiding van diverse offertes BMC gevraagd het onderwerp uit te voeren. Uiteraard in overleg met ons. En we hebben het rapport van BMC, maar wel na de discussie in de Rekenkamercommissie, inmiddels aangeboden aan u als raad en ook de bestuurlijke redactie van het college. Wij hebben geprobeerd het rapport zo concreet mogelijk te maken. Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad? Wat zijn ieders rollen? En welke mogelijkheden voor sturing en controle door de raad zijn er? En dat hangt deels af van de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Het staat niet expliciet in het rapport, maar in de hele discussie kwam wel naar voren dat het belangrijkste moment om de invloed van de gemeenteraad veilig te stellen het moment is waarop wordt besloten om een regeling aan te gaan. Want in die gemeenschappelijke regeling worden de rollen, de sturing en de controle vastgelegd. En ook dus de rechten van de raad.
Als die vastliggen, zijn ze moeilijk te veranderen. En dat weet u als Raad van Dalfsen waarschijnlijk ook, want ik heb begrepen dat er een hele discussie geweest is omdat Dalfsen uit wilde treden uit de WSO. En dat lag heel moeilijk omdat van alles en nog wat vast lag in de gemeenschappelijke regeling. Dat helpt als het vaststellen van de regels en de rollen enzovoort is natuurlijk dus bij het aangaan van de regeling en dat helpt dus niet meer voor de bestaande verbanden. Maar goed, de regeling is vastgesteld, maar ten aanzien van de omgang en met de raden van de deelnemende gemeente kan heel veel worden verbeterd binnen de geldende gemeenschappelijke regeling. Eén voorbeeld, maar het zijn er veel meer, het aanbieden van informatie op maat. Geen dikke nota's waar u door de bomen het bos niet meer ziet, die alleen al heel veel tijd kosten om te lezen. Maar gewoon korte to the point info, regelmatige informatie enzovoort. In het rapport zijn 13 aanbevelingen opgenomen. 5 voor het college, maar goed, wij rapporteren niet aan het college, maar in uw raad. Dus het is netjes geformuleerd, beveelt de gemeenteraad aan het college te verzoeken. 5 voor de gemeenteraad zelf en 3 voor de samenwerkingsverbanden. Wij zullen het rapport deze week of volgende week ook toesturen aan de samenwerkingsverbanden. En ze wijzen op de aanbevelingen uiteraard voor de verbanden. Ik hoop dat u als raad met dit rapport een goede discussie met het college kunt voeren over de nota verbonden partijen. En dat daaruit een vruchtbare samenwerking met het college en met de samenwerkingsverbanden ontstaat. Waarbij u het gevoel krijgt dat u een reële inbreng heeft bij onderwerpen die betrekking hebben op samenwerkingsverbanden. Dat vraagt een inspanning van de samenwerkingsverbanden, van het college, maar ook van u als raad zelf. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smit. Duidelijk betoog. Inderdaad, het eerste onderzoeksrapport in de nieuwe samenstelling. De raad wordt gevraagd eventuele vragen, of de raadscommissie, moet ik het goed zeggen. De raadscommissie wordt gevraagd om eventuele vragen over het proces, dan wel de toelichting die net gegeven is, aan meneer Smit te stellen. Kijk rond. Meneer Rooijakkers, D66. Dag meneer Smit, interessant rapport. Ik heb één vraag. In het rapport staat op een paar punten de mogelijkheid dat raadsleden ook eventueel zitting konden hebben in het bestuur. En in sommige gevallen dat dat misschien wel wenselijk zou zijn. Maar dat komt in de aanbevelingen of in de conclusies nergens terug. Kunt u daar misschien iets meer van zeggen? Meneer Smit, ga u gaan. Ja, dat hebben we niet opgenomen omdat we in dit geval praten over bestaande regelingen waarbij al staat van in het bestuur zitten die en die. Bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio zijn het de portefeuillehouders veiligheid, leest de burgemeesters. Ja, dan kun je wel gaan zeggen, raadsleden kunnen de zittingen hebben, maar dat is veel lastiger. Dus in die zin is het niet genoeg. Maar het is gewoon bij een nieuwe regeling absoluut mogelijk. En uiteraard als iedereen bereid is de regeling te veranderen, dan kan het ook. Dank u wel, meneer Smit, voor de beantwoording. Verder nog vragen naar meneer Smit. Meneer Nijkamp, ChristenU. Dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen. Eén naar aanleiding van de bijdrage van professor Bogers. Daar waar u aan refereert. Een van de eerste voorwaarden voor succes staat erbij is een strategische visie op het geografische gebied tussen gemeente en provincie. Zou u die passage eens kunnen toelichten? Wat u daarmee, of wat professor Bogers daar misschien mee bedoeld zou kunnen hebben. En als dat zo'n belangrijk criterium is, want u hebt het niet voor niks vermeld natuurlijk. Hoe verhoudt zich dat criterium ten opzichte van de samenwerkingsverbanden? Hebt u die daarop getoetst? Dat is eigenlijk vraag 1. En vraag 2 is, er staan een aantal aanbevelingen voor de samenwerkingsverbanden zelf. Maar hoe zitten de andere gemeenten uit de samenwerkingsverbanden hierin? Hebben die ook vergelijkbare trajecten lopen met rekenkamers? Of is Dalfsen hier ongeveer de enige in die dit op de agenda heeft staan? Wat professor Bogers heeft gezegd, weet ik uiteraard niet precies wat hij erbij bedoelde, maar ik kan me wel voorstellen dat dat hij bedoeld heeft met een strategische visie op het geografisch gebied van het moeten gemeenten zijn die bij elkaar passen en ook met elkaar te maken hebben. We praten in dit geval over 3 regelingen, of 2 regelingen en een bestuurlijke samenwerking, zeg maar, de RUT, waarbij we eigenlijk praten over gemeenten die met elkaar te maken hebben, hoewel je het verschil tussen Hardenberg en Steenwijk of Deventer best kunt onderscheiden. Maar goed, op zichzelf is het een redelijke geografische eenheid. Dus ik denk dat wat dat betreft
redelijk goed is. Dat hebben wij op zich niet getoetst, want voor deze drie is dat een gegeven omdat die al zijn vastgesteld. Voor nieuwe regelingen, en ik weet niet of er is een bepaalde keer gesproken van voor de jeugdzorg komt er misschien ook wel iets, dat is misschien inmiddels er ook wel aan, want dat was een uitvoeringsregeling. Kun je natuurlijk iedere keer weer kijken, is dit een goede regeling? Dus in die zin kun je dat kijken. Maar het gaat dus wel om, hebben de gemeenten een beetje dezelfde belangen? En wat dat betreft doe je dat. Hoe ligt het in andere gemeenten? Mij is niet bekend dat andere gemeenten ditzelfde probleem aangekaart hebben via een rekenkamercommissie of iets in die geest. Ik weet wel van in ieder geval twee gemeenten waar raadsleden net zwart klagen. De gemeente waar ik zelf gewerkt heb, Staphorst. En ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden, vlak voordat we een vergadering van de rekenkamercommissie hadden, was ik bij een kennis en die is toevallig fractievoorzitter in Ommen van een van de fracties. En die had precies hetzelfde, ja dat probleem hebben wij ook. Dus in die zin, er zijn echt meer gemeenteraden die hetzelfde gevoel hebben. Dus wat dat betreft, met de aanbeveling, kijkt ook eens of u iets met raadsleden kunt en desnoods een soort commissie van raadsleden. Ja, daar zou denk ik bij de gemeenten wel belangstelling voor bestaan. Maar goed, hoe organiseer je dat? En dat kunnen wij als rekenkamercommissie niet doen. Dank u wel voor deze beantwoording. Zijn er nog meer vragen aan meneer Smits? Voorzitter. Meneer Schuring, VVD. Dank. Ja, ik zit een beetje in dubio of ik hem aan u zou moeten vragen of straks aan het college. Wij struikelen een beetje over het instapmoment van het onderzoek wat we misten. Of we hebben er overheen gelezen. Wij vroegen ons af bij het instappen van een samenwerkingsverband. Ik kan me voorstellen dat er een business case geschreven wordt van het samenwerkingsverband op zich. Maar dat je als deelnemer ook een business case formuleert. Waar dan doelen in staan. En dus ook een definitie wat dan het moment zou moeten zijn of kunnen zijn dat je uitstapt. Er werd net eventjes gerefereerd aan het uitstappen van de wezel en dat het een complexe situatie is. Maar het zou kunnen zijn dat je dat vooraf dat soort punten al een kader kunt geven. Wij konden dat hier niet in terugvinden en vroegen ons af of dat een plek hierin had moeten hebben of dat wij er overheen gekeken hebben of dat het niet binnen de opdracht hoort. Ik denk dat het in het verleden uiteraard altijd voordat een voorstel gedaan wordt om een gemeenschappelijke regeling, een samenwerkingsverband op te richten, altijd een soort business case lag met allerlei uitgewerkte dingen. Ik kan mij niet herinneren in heel veel jaren ervaring dat ik ooit een gemeente zelf een business case heb zien maken. Dat is misschien ook wel het probleem, dat je als raad van tevoren eigenlijk zelden kijkt van wat hebben we er als gemeente zelf bij uiteraard. Neem je dat mee in je afweging om in te stemmen met die gemeenschappelijke regeling. Maar apart opschrijven van wij willen dat en dat bereiken, dat heb ik op zich niet gezien. Uiteraard als de voorstellen zodanig zijn en zeg je ja, we hebben er te weinig aan, dan doe je niet mee. Maar gewoon apart een business case voor de gemeente heb ik nog nooit gezien. Op zichzelf is het wel goed om van tevoren te bedenken wat willen we bereiken. En wat ik ook al zei, bij nieuwe gevallen met beoordelen van de regeling, ja dat is het moment om te kijken. Dus je zou ook op dat moment moeten kijken van onder die en die voorwaarden willen we eruit kunnen tegen redelijke voorwaarden. Maar goed, dat is voor nieuwe en dat geldt niet voor bestaande. En los daarvan, overigens, bijvoorbeeld een veiligheidsregio is wettelijk verplicht, dus dat wordt al heel lastig. Heel kort, dat betekent dus ook dat er zijn geen business case gevonden dat ook de huidige samenwerkingsverbanden daar ook niet op getoetst zijn. Dat gevraagd is of gekeken is of die er eventueel zouden zijn. Per gemeente zijn mij niet bekend en voor Dalfsen weet ik het al helemaal niet. Maar ik kan ook zeggen dat ik in het managementteam van de veiligheidsregio zat op tijd dat de gemeenschappelijke regeling kwam. En toen heb ik ook in ieder geval niet gehoord dat gemeenten dat apart bekeken hebben. Ook al niet omdat het verplicht was wettelijk. Dank u wel, meneer Smit, voor de beantwoording van de vragen. En meneer Noten heeft een aanvulling, zie ik. Hij knikte naar mij. Alsjeblieft, meneer Noten. Dank u wel, voorzitter. Het is enorm belangrijk om een onderscheid te maken tussen wettelijk verplichte regelingen en regelingen die we vrijwillig aangaan. Bij de regelingen die we vrijwillig aangaan, gebeurt het iedere keer op basis van een business case. Hele scherpe business case. Die GBRT is daar een goed voorbeeld van. U zult hem straks bij het shared service ook krijgen. Bij de fusie van de veiligheidsregio is dat gebeurd op basis van financiële uitgangspunten en prestatieafspraken.
Ik weet niet precies hoe je een business case moet definiëren. Maar dit zijn wat mij betreft fundamenten onder een business case. Het is geen echte business case omdat we verpleeg deelnemen. Maar de prestaties van de veiligheidsregio en ook de financiële indicatoren zijn daarbij volkomen scherp geformuleerd. En overigens, u heeft ook kunnen zien nu, vandaag weer, dat we binnen die kaders acteren. Zowel wat betreft het aantal FTA's als wat de kosten betreft. En, nou ja, dus ik vind het een moeilijk begrip. Realiseert u zich heel goed dat als het gaat om de RUD er weliswaar wederom sprake is van een verplichte business case. Maar u stelt wel via ons de prestatieafspraken vast met die RUD. Ook dat is weer niet een formele business case, maar het is natuurlijk werkt in de praktijk wel zo. GGD ligt dat iets anders. Dus dat wilde ik even aangeven, want voordat je weet krijg je een soort woordenspel. Maar in de praktijk is die relatie niet vrijblijvend. Waar de Rekenkamer ons uiteraard terecht op wijst, dat is bij wettelijke verplichte regelingen. Ja, als de uitvoeringsorganisatie zich niet houdt aan de afspraken in de business, die ten grondslag liggen aan de business case, ja. Dank u wel voor deze verhelderende toelichting. Alsjeblieft. En daarmee wil ik de raadscommissie, meneer Smits, danken voor uw inbreng. Dat heb ik al een beetje gedaan. En ik wil de raadscommissie voorstellen in twee ronden het voorstel, of het onderzoeksrapport en het voorstel van het college voor de behandeling en de uitvoering verder behandelen. En daarmee wil ik vragen, of eerst de vragen inventariseren, zodat we die aan de portefeuillehouder, meneer Noten, kunnen stellen. Zijn er nog vragen die verheldering behoeven? Meneer Nijkamp, ChristenUnie? Nee. Ander knoppie. Sorry. Geen verhelderende vragen. Dan wil ik vragen. Meneer Schuring, neem me niet kwalijk. Sorry. Een dode hoek. Nee. Ja, het laatste stoeltje, nog de eerste. Ja, de misschien een beetje aansluitend op waar net de discussie eventjes voorzichtigjes over ging. Het uitstapmomenten, evaluatiemomenten, daar is al wel vaker over gesproken. Komt het woord risico's ook voorbij? Wat zijn de risico's en hoe zien we dat? Moet dat, als de risico's van tevoren te benoemen zijn, moeten die ook in de vorm van een risicopost gereserveerd worden? Doen we dat? Een voorbeeld waar we de laatste tijd op vanuit andere gemeenten een beetje op gewezen werden, maar waar wij ook de vraag een beetje bij hadden, misschien speelt dat hier ook wel. Bijvoorbeeld zo'n GGD in Zwolle, die dan met het asbestfenomeen die 3 miljoen aan de broek krijgen, maar waarschijnlijk aan de broek krijgen, wat dan misschien doorbelast wordt aan de deelnemers. Dat soort dingen, hoe zit dat? Hoe ben je als deelnemer? Kun je dat soort dingen van tevoren inkaderen? Kun je daar iets van vinden? Kunnen we daar wat van tevoren van zeggen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Verder nog vragen? Meneer Noten, kunt u daarop antwoord geven? Ja, het is heel ingewikkeld, want de inhoudelijke discussie over de gemeenschappelijke regelingen en misschien wel een breder verband, de samenwerkingsverbanden, die zouden we juist willen voeren naar aanleiding van de nota verbonden partijen die we ook mede op advies van de Rekenkamercommissie gaan schrijven en waar we ook de onderwerpen een plek willen geven die de Rekenkamercommissie als zodanig naar voren heeft gebracht. Dus in die zin, voorzitter, willen we ook het advies van de Rekenkamercommissie uitvoeren, omdat ons in ieder geval helder is geworden dat de Raad het op zijn minst het gevoel heeft, en nog los van de vraag of dat wel of niet terecht is, of dat daar wat mee te doen is, maar op zijn minst het gevoel heeft dat ze buiten die discussie staat rondom die gemeenschappelijke regelingen. En daar moeten we iets aan gaan doen. Het punt wat de heer Schuringje naar voren brengt is nou typisch een punt dat we daarin moeten adresseren, omdat u zich wel goed moet realiseren dat op het moment dat je het hebt over bijvoorbeeld een GGD als een gemeenschappelijke regeling, dat is niet iets wat buiten ons is. De GGD, dat zijn we. Wij zijn, het is misschien echt goed om dat gewoon een keer zo te voelen, en dan moeten we er straks bestuurlijk beter gaan inkaderen. Maar wij zijn het. De GGD is niet van iemand anders, hij is echt van ons. En het is niet anders dan dat in dit gebouw asbest zou worden gevonden. En dan zou de vraag zijn, wat zijn daarvoor de consequenties? Dat we dat moeten opruimen. In essentie is dat bij de GGD ook zo. Het is geen fremdkörper. Het is daadwerkelijk iets wat we niet alleen kunnen en dus daarom samen met anderen doen. In dit geval wettelijk verplicht. Nou, hoe zich dat dan vervolgens vertaalt naar financiële risico is een ander verhaal. Maar alle financiële risico's van de GGD zijn uiteindelijk altijd ook onze
risico's voor een deel. Kunt u niet onderuit, moet u ook niet willen, want als u dat wel wilt, dan gaat u een dienst inkopen. Dat is een heel ander soort constructie. En die is soms ook mogelijk. Of u gaat het zelf uitvoeren, kijk de discussie rondom de WESO. Ook dat is mogelijk. Dus voorzitter, in het kader van de GGD, ik weet niet hoe die discussie gaat uitpakken, maar het is goed als wij ons realiseren, de GGD, dat zijn we zelf. De Schuring. Dank voor dat antwoord. Ik denk dat dat een goed beeld geeft. Het enige verschil is natuurlijk wel in risico's. Dat op het moment als het, even het praktische voorbeeld, asbest is in ons eigen pand, dat we dat van tevoren kunnen weten. En daar waar het een gemeenschappelijk iets is, wat we, en het is elders, dan heb je daar geen zicht op. Dus vandaar ook het woordje risico. En hoe kun je dat van tevoren inschatten? Kun je dat inschatten? En als je het niet in kunt schatten, kun je er dan wat anders mee doen? Voorzitter, scheuren in de brug in Leemleveld, dat hadden we ook kunnen weten. Nee dus. Dus het is nee. Waar het om gaat is dat je je werk goed doet, dat je naar behoren bestuurt. En dat betekent dat je soms meevallers hebt en soms tegenvallers. En die hebben we allemaal. Dus ga daar niet in mee. Dank u wel voor deze duidelijke stellingname. En meneer Schuring, heeft u daarmee uw opinie al gegeven? Of? Nog dan wil ik nu voorstellen om kennis te nemen van het onderzoekrapport. En het voorstel is om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen vanuit de Rekenkamercommissie. Is dat het voorstel aan de Raadscommissie? En daarmee willen we vervolgens vragen het college te verzoeken de aanbevelingen verder uit te werken in een nota verbonden partijen. En daarvoor wil ik graag nu vragen uw opinie. En daarmee geef ik meneer Schuring als eerste het woord VVD. Ja, misschien zijn de vragen worden die dan al automatisch als kritisch ervaren en dus als negatief, maar uiteraard beslist niet negatief. Ik denk dat het, we hebben er niet voor niks om gevraagd. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is en ik was ook erg blij om te lezen dat het college in principe de aanbevelingen gewoon overneemt en ermee mee aan de slag gaat. Maar er zitten altijd puntjes in wat vragen opwekt en waar je dan over nagedacht hebt en wat goed is om daarover te hebben. Dus wij kunnen beslist instemmen met het verhaal. Fijn, dank u wel, meneer Schuring. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. We hebben met instemming kennis genomen van het rapport. En met voldoening van de reactie van het college, die een heleboel maatregelen gaat nemen en ons bij de hand gaat nemen. Waarvoor alvast bij voorbaat dank. En ik ben in afwachting van allemaal prachtige initiatieven daarvan. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor deze woorden. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ook ik kan alleen maar onderschrijven dat ik het een prima rapportage vind. Ik heb grote waardering voor de manier waarop dit toch wel weer barstige onderwerp is doorgrond en van commentaar, conclusies en aanbevelingen is voorzien. En als ik het toch mezelf ga doordringen, dan kom ik voor mezelf in ieder geval tot de conclusie dat het allemaal wel redelijk goed geordend is, maar dat we als raad nog wel het een en ander te doen hebben om het te verbeteren. En daarbij zijn door de commissie een aantal suggesties gedaan hoe dat te doen. En het college heeft voor zichzelf in haar reactie natuurlijk al aangegeven de aanbevelingen die in haar richting zijn gegeven over te nemen. En voor mij is het daarmee ook wel rond. Dus laten we mijn voorstel zijn, laten we het rapport vaststellen, de aanbevelingen overnemen, te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan worden ingericht. Waarbij, en dat toets ik ook nog maar even toch, de aanbevelingen 6 en 7 voor de raad wel centraal staan. De enerzijds is dat de informatie goed geordend ontvangen. Dat ligt overigens ook voor deels op het bordje van het college. En als nummer 7 is dan een gestructureerd openbaar overleg met de collegebestuursleden van die organisatie. Dat zijn voor mij de twee centrale thema's die ik er heb uitgepikt. Nogmaals grote dank voor het onderzoek en dank aan de voorzitter voor het geleverde resultaat. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Uitslag, CDA. Ja, we gaan ook toch mooi op een rijtje af. Dank u wel, voorzitter. We hebben hier ook wat principieel naar gekeken in de fractie. Punt 1, complimenten voor het onderzoek. Goed, we hadden er ook wel behoefte aan. Goed dat we erover nagedacht hebben. En bij ons kwam ook wel de fundamentele vraag op tafel in de fractie. Dan willen wij in het kader van dualisme nou sturen als raad op een verbonden partij rechtstreeks? Of doen we dat via het college? Want wij geven de kaas aan het college mee. En die spanning is nog niet helemaal weggenomen, maar het is wel goed om over door te denken met elkaar. Naar aanleiding van dit rapport en naar aanleiding van de aanbevelingen.
En de politieke relevantie zal natuurlijk dat ook nog een keer versterken waar je de accenten legt. Want daar we als raad rechtstreeks ons willen gaan bemoeien tegen een verbonden partij, is het ook goed om te beseffen dat wij over het algemeen niet de meest grote gemeente zijn. En dus een van de wat kleinere spelers, de heer Smit gaf al aan, de kleinere gemeentes, daar zit er onvrede op wat betreft de verbonden partij. En ik kan me voorstellen dat bij een grote gemeente, in Zwolle, Wezo, hebben we wel eens eerder over gehad, dat de Raad van Zwolle daar één op één invloed heeft op hoe de Wezo functioneert. Bij wijze van spreken, wij als Dalfsen een stuk minder invloed kunnen uitoefenen. En dat we in dat verband ook afstemming zouden moeten gaan zoeken met de raden van andere gemeenten, of fracties in andere gemeenten, mochten dat partijpolitiek gaan doen. Wat ons betreft informatievoorziening zoveel mogelijk via de beleidscyclus. Om ook onze informatie te structureren, niet elke week met over andere verbonden partijen te moeten gaan spreken. Want dan raken we helemaal ons zicht en spoor bijster voor wat betreft onze kaderstellende rol richting het college. Dan toch maar even die basisrol vasthouden. We zijn het van harte eens dat er een nota verbonden partij moet worden opgesteld. Dus geef het college ook graag de opdracht mee om dat wat de suggestie mee om dat te gaan doen. En wat ons betreft beperken we dat niet tot de partijen die genoemd zijn in het onderzoek. We hebben volgens mij als gemeente veel meer verbonden partijen. En het is goed om voor al die partijen eens na te denken hoe willen wij als raad erbij betrokken zijn. Hoe willen we de informatie krijgen. Een BNG zal zeer beperkt zijn. En een veiligheidsregio veel malen meer. Dus daar zit echt verschillende smaken aan. Als laatste, voorzitter, zouden we willen voorstellen om het rekenkameronderzoek actief beschikbaar te stellen aan de andere gemeenteraden. Zeker van de verbonden partijen waar we het hier over hebben gehad. Vanuit de Griffie, dus vanuit de raad en niet vanuit de verbonden partij zelf. Want daar zit ik samen met mijn fractie wel even op te stoeien. De aanbevelingen aan de verbonden partij zelf om rechtstreeks met de raden te gaan communiceren is een spannende. Zeker omdat die raden eigenlijk slechts indirect invloed hebben. En dus ik zou daarmee echt willen zeggen van laten we als raden het initiatief houden en niet bij de verbonden partijen neerleggen, want dan gaan het kon ons uit de pas maar gaan marcheren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag, voor deze inbreng. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij danken de Rekenkamercommissie voor de geleverde inspanning. Ook wij vonden het een goed rapport. We hebben de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de reacties van het college daarop gelezen. En we kunnen ons daar goed in vinden. Zeker ook de praktische aanpak om aanbeveling 3 om te buigen naar eerst een werksessie en daarop volgend doorwerkend naar een nota verbonden partijen. Dat spreekt ons aan. En dit rapport helpt ons om die discussie goed te voeren. Dus wij kunnen wel instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We zeggen de commissie hartelijk dank voor dit prima onderzoek en goed leesbaar rapport. Samenwerking moet soms en samenwerking wil je soms. En dat heeft ook geresulteerd in al die samenwerkingsverbanden die we kennen. We hebben destijds, en dat is denk ik een paar raadsperioden geleden, gezegd van er zijn altijd 3 K's in het spel. Kwetsbaarheid verminderen en de kwaliteit verhogen en de kosten naar beneden brengen. Die 3 die komen op de een of andere manier of gezamenlijk of 1 van 3 wel weer terug. En dat is al vaak de drijfveer waarop je samenwerkt voor zover je zelf daar een keuze in hebt. Raad heeft aangegeven meer sturing en controle te willen uitvoeren. Daar dichter op te zitten, betere instrumenten te hebben. Tegelijkertijd wringt dat wel een beetje, merk ik uit de conclusies. Want er is aan de ene kant veel belangstelling en interesse. En tegelijkertijd is de betrokkenheid, zo staat er daar ook zo letterlijk, is matig. Ze wordt in ieder geval matig ervaren bij de samenwerkingsverbanden zelf. Dus er zit ook in die interactie nog wel ruimte om die communicatie te verbeteren. Ik denk dat er ook van 2 kanten die behoefte dan blijkbaar wel is. En in die zin zien we ook graag de voorstellen van het college aan de hand van de adviezen die zijn gegeven tegemoet. Waarbij we veronderstellen dat de adviezen die aan de raad zijn gegeven voor een groot deel ook door het college worden behartigd. Omdat je dat ook nog een paar bij de Griffie belanden als ik dat zo bekijk.
De adviezen aan de samenwerkingsverbanden die worden, neem ik aan, ook expliciet bij de samenwerkingsverbanden aangeboden. En de suggestie die de heer Uitslag deed om dit rapport op een goede manier ook kenbaar te maken aan andere spelers in die samenwerkingsverbanden, die ondersteunen wij van harte. Dus laten we het ook vooral wat breder maken dan alleen Dalfsen. Ik denk dat dat ook de samenwerkingsverbanden uiteindelijk wat meer ruggensteun geeft om dit in te vullen. Hartelijk dank voor dit rapport en wij kunnen dit hiermee van harte instemmen. Dank u wel voor deze positieve woorden, waarbij ook een aantal kritische opmerkingen zijn gemaakt. En dat is ook in de hele raadscommissie, hoor ik, een aantal aanbevelingen die ook in het rapport zijn gedaan. Meneer Uitslag heeft er nog een extra aan toegevoegd waarop de ChristenUnie heeft gereageerd. En misschien dat meneer Noten daarop wil reageren. Of meneer Smit, ik zie u moeilijk kijken. Meneer Noten, heeft u daar een reactie op of zegt u van... Ja, als ik het goed interpreteer, snap ik het punt wat de heer Uitslag naar voren brengt. Snap ik heel goed, daar zit een fundamentele vraag onder. Hoe je je rol als raad invult. Wil je dat in het bestuurlijke zin zelf direct doen? Ja, dan word je de bestuurder, hè? En dan ben je ook bestuurlijk verantwoordelijk. En dan is mijn vraag even eigenlijk, wie controleert jou dan? Dus dat zou de vraag zijn die ik dan met u zou willen behandelen. Waarbij op zichzelf het antwoord hier, ik wil het dan best doen bijvoorbeeld als burgemeester. Maar dat is wel de vraag die je dan echt met elkaar moet beantwoorden. Dus dat vind ik een fundamentele vraag. En ik vind het ook heel verstandig dat de heer Smit die in het rekenkamercommissierapport open heeft gelaten. Want dat is een feit wat hij heeft gedaan. Ik vind het fijn, meneer Nijkamp, dat meen ik oprecht, dat u zegt dat in de relatie met de gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregelingen, RWD, ook aan hun kant soms ervaren wordt dat het moeilijk is om in contact te komen met raadsleden. Dat is inderdaad het geval. Dus daarmee kunnen we uit de verwijtende sfeer komen, blijven eigenlijk, want daar zitten we niet in. En ook gewoon echt op zoek naar hoe we het contact en de relatie kunnen verbeteren. Ik ondersteun het van harte. Ik doe daar graag aan mee. Dank u wel voor deze woorden. Dan concludeer ik dat we als raadscommissie het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Samen naar Beter, en dat klinkt al heel positief, dat we kennis hebben genomen van het onderzoeksrapport en dat we instemmen met de conclusies en aanbevelingen die zullen overnemen en aan het college verzoeken die nader uit te werken in de nota verbonden partijen, zoals dat zo mooi heet. En daarmee ook de opmerkingen die zijn gemaakt, maar die heeft meneer Noten tot zich genomen, zal verwerken. Dank u wel voor uw inbreng, dank u wel voor uw aanwezigheid, meneer Smit. U bent van harte welkom om op de tribune te blijven zitten, maar dat is aan u. En het stuk kan als akkoordstuk naar de raad, wat mij betreft. Dit is mijn conclusie. Naar het initiatiefvoorstel Jongerenraad van D66, punt 5 van de agenda. En dit is een initiatiefvoorstel ingediend door D66, zoals ik al zei. Meneer Royakkers heeft dat conform het reglement in de raadsvergadering aangeboden, heet het geloof ik, ingediend. De raad heeft een reactie van het college hierop ontvangen. En vandaag is nog een aanvullende reactie op het RIS gezet over het landelijk onderzoek. Sem heeft daar al op gewezen. Hij wil er ook nog wel eens over in gesprek met het college. Dus misschien dat het college die handschoen kan aanpakken. En we vragen aan de raad, dat is eigenlijk de raad, of we een jongerenraad willen instellen. En de uitvoering daarvan zal aan het college worden gegeven, de opdracht daarvan, als we daartoe besluiten. Ik stel voor in twee ronden te behandelen, vragenronde, en daarna de vragenronde gaat als eerste naar meneer Royakkers, van wat heeft hij daarmee bedoeld misschien, en als er nog inhoudelijk op het college reactievragen zijn, en dan proberen we tot een conclusie te komen. Wie heeft vragen? Meneer Uitslag, CDA. Ik heb er eigenlijk twee, voorzitter. Eerst is dat we in Dalfsen, in mijn herinnering, eerder iets dergelijks hebben gedaan. Hebben geprobeerd in ieder geval. Mijn vraag aan de heer Royakkers is van, wat verschilt dit voorstel ten opzichte van dat voorstel toen? Of is het een slechts tussen aanleidingstekens, hè, want ik wil hem positief duiden.
een oproep om het nog eens te proberen. Nee, want dat kan ook. En de tweede is een vraag aan het D60 over een brief die het college gestuurd heeft. Dus dat is wel een spannende. Maar dan citeer ik even een klein stukje in. Daarin staat dat D60 stelt dat er veel middelen zijn vanuit de gemeente om burgers een stem te geven, zoals bijvoorbeeld het burgerpanel. D60 vindt dat deze middelen niet aansluiten bij de wereld van jongeren. Het instapniveau is te hoog en jongeren zijn niet bekend met onderwerpen en voelen zich niet betrokken. Ik heb het gelezen van D60 vindt het burgerpanel te moeilijk. Nou, dat kan niet waar zijn, zou ik bijna zeggen. Maar waar zit de pijn dan wel? Waar voelen jongeren zich dan nu niet voldoende in de mogelijkheid om zich te laten horen? Anders dan via het burgerpanel. Zijn er nog meer vragen aan meneer Royaks? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een viertal vragen rondom dit voorstel, zou je eens kunnen zeggen. Dit voorstel komt vast niet uit de lucht vallen. Dit heeft denk ik een ankerpunt gekregen in het raadsdocument. Maar tegelijkertijd, dit voorstel lezen, komen wel een paar vragen bij ons op. Allereerst, hoe beoordeelt de heer Royakkers, dan wel de D66-fractie, de instrumenten zoals die op dit moment worden benut? En om het maar even heel concreet te maken, hoe hebt u bijvoorbeeld de avond in Nieuw-Leuzen, ik weet niet, was volgens mij in het voorjaar of zo, met 30 jongeren ervaren? Is dat ook niet een goed instrument? U hebt in ieder geval niet aangegeven van wat er op dit moment al gebeurt op dit front. En dat zouden we in ieder geval wel graag boven tafel willen hebben en ook gewaardeerd. Ander punt is dat in de samenstelling, en dan ga ik meer op het voorstel zelf in, de initiatiefnemers van dit voorstel vervolgens in de kern en op zoek gaan naar betrokkenen. De rol van de jongerenwerkers die komt eigenlijk niet zo aan bod. Is dat niet juist ook een goede kans en een goede mogelijkheid om die daarbij te betrekken? In plaats van, voordat je het weet, een politiek gekleurd te krijgen. Hoewel je daar natuurlijk nogal even met elkaar over moet nadenken. Is dit nou wel of niet een politieke club? Want je krijgt het bijna niet voor elkaar om het geen politieke club te laten zijn. Derde punt is, ziet de VVD, de D66-fractie ook risico's? En bijvoorbeeld wat er bij ons opkwam, vertraging van processen. Dat zou zomaar een rol kunnen spelen. En een vierde vraag gaat over, jongeren zijn slecht bereikbaar via traditionele communicatiemiddelen. En het voorstel is om 2 keer per maand hier met de jongeren te gaan vergaderen. U snapt onze vraag. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel wat vragen gesteld. Ook het betoog van Sam is heel helder geweest. Er zijn nog een paar vragen die wij over hebben staan. Het eerste is toch het onderzoek wat er is geweest door Dana Veringa. Daaruit komt toch naar voren dat het een jongerenraad vaak niet representatief is, omdat men niet de achterban volledig meeneemt. Is er al nagedacht hoe we dat gaan voorkomen in de gemeente Dalfsen? Het is toch van belang dat we een goede afvaardiging hebben en het moet niet een wassen neus zijn wat dat betreft. En daarnaast hebben wij ook wat zorgen over de selectie. Van de deelnemers. Hoe zorg je ervoor dat alle kernen goed vertegenwoordigd zijn in de jongerenraad? Hoe zorg je ervoor dat, zoals het net gezegd wordt, niet allemaal uit één nest komen? Het moeten geen jonge democraten uit 66 zijn, maar jonge Dalfsenaren uit 2015. Hoe ga je dat voorkomen? Een aantal vragen voor meneer Royakkers. Oh, meneer Spuring heeft ook nog een paar om aan te vullen. Ja, inderdaad, dank voorzitter. Een stukje aanvulling, want het verschil met de meerdere pogingen, verschillen met de initiatieven die er al zijn, is natuurlijk, dat was hetgeen wat ik ook wel een beetje miste, daar ben ik wel benieuwd naar. Die kwam al eerder voorbij.
Wat ons een beetje bekroop was, als je iets dergelijks wil proberen, dan moet je er echt een kans geven. En dan moet je vooraf over de inbedding van het initiatief nadenken. En doe je dat niet, dan komen adviezen die er vandaan komen, die komen tot niks. En dan wordt het loshangend en dat gaat 2 of 3 keer gebeuren. En een vierde keer, zeker de jeugd, die is er dan wel klaar mee. Tenminste, zo was het een paar jaar geleden met mezelf. Dus dat zal met de huidige jeugd niet anders zijn. Ik ben wel benieuwd of daarover nagedacht is. Nogmaals, wel heel sympathiek, maar de doelstelling is belangrijk. En als de doelstelling de kweekvijver van enthousiaste jongeren en betrokkenheid te creëren, dan kan het wat lossen. Maar als het echt met adviezen gaat, dan heb je het over inbedding. En daar moet je over nagedacht hebben. En daar vond ik nog niks over terug. Nog niet zoveel voor terug. De combinatie met de jongerenraad vanuit de provincie, zou ik me ook een beetje af te vragen. Ook dat verhaal miste ik een beetje, want dat is er. Hè. En daarnaast noemde ik net al eventjes, er zijn natuurlijk ook in de partijen jongerenafdelingen. Dus er zijn al wel initiatieven en mogelijkheden. Benieuwd naar de reactie van mijn buurman. Mag ik u het woord geven, meneer Royak? Ben ik al? U bent al. Oké. Tenzij, meneer. Oh nee, ik begin even met het laatste van de heer Schuring, want die heeft kennelijk ontzettend veel ervaring, omdat hij daar met die adviezen in het verleden heeft kennis gemaakt en hij zegt van ja, daar komt er niks van en dan is de aandacht kwijt en dat heb ik zelf ook meegemaakt, zeg je. Maar hij zit hier nu wel, dus kennelijk heeft dat wel geenthousiasmeerd voor de deelname in de politiek. Dus dat is in elk geval een positief punt. Hij vraagt naar eerdere initiatieven. En er zijn nog andere sprekers die er ook naar vragen. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik in die tijd nog niet zo actief met de gemeentepolitiek bezig was. En ook niet precies weet hoe dat die initiatieven waren en waarom dat niet is gelukt. Dan ga ik even naar in volgorde. Naar de heer Uitslag van het CDA. Die vraagt waarom dat het nu anders zou zijn. Nou, ik dan in het verleden. Ik denk dat het toch anders is. De hele maatschappij is veranderd. De jeugd is veranderd. De communicatiemiddelen zijn anders. Ik hoef niet meer, denk ik, iets te vertellen over een filmpje wat we allemaal gezien hebben van waarom heb je een mobiele telefoon nodig? En nou, fijn, er zijn dan 10 redenen waarom je die niet nodig zou hebben. En dat is dan nog maar 10 jaar terug. Dus inmiddels zijn er inderdaad via social media en WhatsApp groepjes en allerlei andere communicatiemiddelen mogelijk om met de jeugd in contact te zijn. Dan wordt er ook nog gerefereerd aan de brief van het college. Ja, ik vond dat, ik weet niet of dat ik dat zo ook in het voorstel van D66 heb gelezen, dat het instapniveau te hoog zou zijn van het burgerpanel. Het burgerpanel is vaak niet gericht daarop. We zouden een selectie, als je selectie maakt uit de burgers en je zoekt de jongeren eruit, dan kun je natuurlijk daar wel vragen aan stellen. Of dat je dat via de e-mail doet of via WhatsApp of wat dan ook. Dat lijkt me een heel goed instrument om een grote groep daarbij te betrekken. Dus ik heb dat heel anders gezien. Ik denk dat in die zin inderdaad niet te moeilijk is. En dat het alleen de kunst is om ze te interesseren om mee te doen. Dan de heer Nijkamp. De avond in Nieuw-Leuzen met 30 jongeren neem ik aan dat hij niet de verkiezingsavond bedoelt die we in het technietencollege hebben gehad. Nee, die andere avond ben ik niet bij geweest. Ik denk dat ik toen afwezig was op vakantie of iets dergelijks. Maar ja, ik zou het niet weten. Dat zou ik aan een van mijn collega's moeten vragen. Maar dat is een beetje lastig in de gemeenteraad. Want van tevoren wist ik deze vraag niet. Is het me helder dat je in elk geval niet, en dat was ook een van de vragen van de heer Schuurman, moet zoeken naar een D66-clubje. Dat is zeker niet de bedoeling. En het is ook best wel prima om jongerenwerkers in te schakelen om te kijken of dat die misschien geïnteresseerde jongeren weten. Maar ja, met wie hebben jongerenwerkers dan weer contact? Dat is ook weer een heel select groep van de jongeren. Die hebben ook niet met alle jongeren contact.
Vaak toch wel met jongeren die dit contact nodig hebben en niet jongeren die heel zelfstandig door de wereld gaan. Dus, maar dat is ook een van de manieren zou kunnen zijn om de jongeren te betrekken. Maar ik zou zeker niet zeggen uitsluitend via jongerenwerkers, maar je kunt ook verenigingen, sportclubs op allerlei andere manieren kijken of dat je de jongeren kunt bereiken. Risico is vertraging van proces. Ik denk dat het zeker niet de bedoeling is. Ik denk dat Sam ook duidelijk heeft gemaakt dat ze niet een soort mini-gemeenteraad willen gaan spelen. Ze kunnen ook projectmatig bezig zijn. En het is, om ook een antwoord te geven op de vraag van de heer Schuring, van ga je niet mensen demotiveren? Ik denk dat ligt niet in de reden om hele gedegen adviezen aan de raad te krijgen, maar wel ideeën en adviezen die uit de jongeren naar voren komen ter informatie. En het zal onze taak zijn om die serieus mee te wegen in onze besluitvorming en in onze afwegingen. En we hebben daar een eigen verantwoordelijkheid. En in die zin denk ik ook dat je de vertraging van processen als een relatief klein risico hebt. Want als je die infrastructuur van zo'n jongerenraad zoals wij die voor ogen hebben, als die in orde is, dan kun je juist snel acteren. Snel meningen uitvragen en discussies voeren. En daar kom ik ook nog op die vraag van die twee keer per maand vergaderen, omdat dat een beetje een tegenspraak daarmee is van een heel traditioneel middel. Maar dat is nou weer wat we toch vragen aan de gemeente om facilitair ondersteuning te bieden. Er hoort een adviseur of contactpersoon namens de gemeente bij, maar er hoort bijvoorbeeld ook bij de mogelijkheid om toch ergens gewoon te vergaderen. En we denken dat je mogelijk zeg maar een kleine kerngroep zult hebben die weer in contact is via sociale media of anderszins met een wat grotere groep daaromheen die mening geeft en die je kunt enquêteren, die je kunt vragen en die desgewenst zou kunnen komen. Maar dat het dus niet zo zal zijn dat je hier iedere twee weken met een grote groep zit te vergaderen. Dat is echt niet de bedoeling. De representativiteit, meneer Schuurman. Dat is ook de vraag, zijn wij representatief voor de gemeente zoals we hier zitten? Zitten we uit alle kernen, uit alle sociale geledingen, uit alle rassen en soorten? Ik denk het ook niet. Maar we moeten natuurlijk wel proberen om een gewogen, representatieve beeld te krijgen van wat van belang is vanuit het gezichtspunt van een bepaalde groep burgers. En toekomstige verantwoordelijke burgers voor de toekomst van Dalfsen. Natuurlijk moeten die niet uit één nest komen. Het is ook niet de bedoeling dat D66'ers zijn, maar toevallig is het dan wel zo dat dat bij onze partij past om te zeggen van we willen daar de handschoen oppakken en dat een kans gaan geven om het zover te krijgen. En dat is ook we zullen werkende weg proberen om daar goede invulling aan te geven. En wat gevraagd is in het voorstel is om faciliteiten en een kans om te zien om dit van de grond te krijgen. En ik denk dat in de huidige tijd, we hebben allemaal vluchtelingenproblematiek, oorlog, verkiezingen in Griekenland en overal in de hele wereld. Democratie is niet vanzelfsprekend. En in dit land mag je meepraten. Ik denk dat dat ook een hele goede boodschap is. Niet alleen aan onze eigen jongeren, maar ook aan andere burgers. En het enige wat wij vragen in dit voorstel is om een kans te geven om het te gaan realiseren. En dan is het een beetje een Cruyffiaanse uitdrukking, niet geschoten altijd mis. Het risico is denk ik heel beperkt. Het kost bijna niks. En ik zou zeggen, mijn voorstel is laten we het een kans geven. Wat het college ook zegt, van we gaan kijken hoe we dat zouden kunnen invullen. En er zijn ook goede voorbeelden van. Provincie, enthousiaste groep jongeren. Er zijn ook andere steden, Zwolle. Maar ook andere voorbeelden van geslaagde initiatieven. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers.
Wil iemand nog reageren? Dan wel heeft antwoord voldoende gekregen op zijn of haar vraag. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb even geaarzeld of ik dat nou in mijn uiteindelijke reactie zou zeggen, of dat ik het nu als vraag toch aan meneer Royakkers nog voorleg, maar ik doe het op de laatste manier. Hij zegt van laten we het een kans geven, laten we het in ieder geval proberen en we zien wel een beetje waar we uitkomen. Daar ben ik het op zich van harte mee eens ook weer. En ik heb dan de vraag, maar zou het in zijn ogen ook denkbaar zijn dat we, zoals ik net ook tegen Sam al zei, omdraaien en zeggen, joh, kom als jongeren met een voorstel. Hoe had je dit gehad willen hebben? Hoe zou je dat willen organiseren? Want nu wordt het toch een beetje weer in de politieke realiteit van alle dag getrokken. Het wordt in de gemeenteraad gebracht, komt in het college. Terwijl dat nou net, als ik het tenminste goed gehoord heb net, niet de bedoeling is. Het zou anders moeten zijn, toegesneden op jongeren en dus ook op de manier van jongeren. Dus mijn vraag zou zijn, zou het denkbaar zijn om dit voorstel op zich te aanvaarden en te vragen als min of meer eerste opdracht aan die raad van hoe dacht je dat georganiseerd te krijgen? Meneer Royakkers, uw reactie graag. Ja, ik keek ook een beetje achterom, want ik was wel heel erg jong en ik voel mij ook nog erg jong, maar ik denk dat de meeste jongeren mij oud vinden. Dus wij pakken de handschoen op wat dat betreft als er ons om gevraagd wordt. Daarmee is het voorstel dus niet om over te gaan tot de instelling van de jongerenraad. Want meneer Wildvank... Nou, dat is slechts mijn vraag. En ik geloof niet dat ik hier nu het voorstel heb zitten veranderen. Maar... Nee, nou, meneer Royakkers die pakt de handschoen al op. Dus wat dat betreft heeft die aan één een woord waarschijnlijk genoeg. Nou, in de brief van het college, als ik dat zie... staat, we zijn benieuwd hoe u als raad tegen dit initiatiefvoorstel aankijkt. Zie je dat als positief of ziet u dat, wilt u een kans geven? En in uw raad van mening is dat de betrokkenheid van jongeren vergroot moet worden. Dan stellen wij voor dit met u te bespreken op basis van verricht landelijk onderzoek naar jongerenraad. Een andere vorm van het betrekken van jongeren bij gemeentelijke vraagstukken. Nou, je kunt, die laatste was ik niet zo blij mee, want dat is weer een beetje op de lange baan schuiven. Maar als u... benieuwd bent hoe als u zegt van nou, laten we het de kans geven, dan zeg ik van ja, hoeft toch geen jongerenraad in te stellen. Maar als er een positieve grondhouding is om maar eens een CDA-term te gebruiken, dan willen wij wel de handschoen oppakken om dit voorstel verder concreet te maken. Dank u wel voor deze beantwoording en daarmee zijn de vragen beantwoord en wil ik graag uw opinie. En ik kijk rond wie ik als eerste het woord mag geven. Ik hoor een... Ja, meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ja, dan maak ik het ook maar gelijk af. Ik heb geen vragen, echt concrete vragen gesteld, want die kun je hier 100 vragen over stellen. En dat doet er volgens mij niet zo toe. Je wilt het of je wilt het niet. En het klopt ook dat het eerder is geprobeerd. En ja, dat is toen niet zo heel succesvol afgelopen. Dus maar ook dat is voor ons geen reden om nu te zeggen, we gaan het niet nog eens proberen. Ik vind dus wel heel serieus dat de jongeren ook de volgorde hadden kunnen omdraaien. Hadden kunnen komen met een voorstel van zo gaan we het doen. Wat vindt u ervan? En die vraag hou ik dus op tafel. Organiseer als jongeren iets van een jongerenraad, hoe je daar ook maar vorm wilt geven. Kom daarmee naar de gemeenteraad om dat vervolgens meer handen en voeten te geven. En dat zou ik vanuit de raad in ieder geval van harte willen faciliteren. Ik ben een groot voorstander. Ook al herbergt het wel, en dat wil ik toch ook gezegd hebben, herbergt wel een beetje het risico van enige vrijblijvendheid in zich. Want het moet wel iets meer zijn dan het inleveren van een wensenlijstje. Want dan loop je het risico dat achteraf wordt gezegd, zie je wel, ze doen er niks mee. De politiek gaat zijn eigen weg, wat heb je eraan? Dat zou ik wel willen voorkomen. Dat is frustratie aan de kant van de jongeren en ook frustratie aan de kant van de gemeenteraad. Dus dat betekent dat als we hier ja op zeggen, en u hebt al begrepen dat mijn antwoord ja zou zijn, dan wil ik ook zien dat ze in beweging komen en dat er wat gedaan wordt. Dus ik zou willen voorstellen van mijn kant... Kom met een concreet voorstel hoe dat eruit moet zien. Leg dat voor aan de raad. En ga dus als jongerenraad alvast aan het werk. Ik weet niet of daarmee ook de vraag verder beantwoord is. Maar ik zou dus ietsjes willen omdraaien en het laatste punt willen toevoegen. Laat de jongeren met een concreet uitgewerkt voorstel komen. Dat is in ieder geval een heldere opmerking en ook oproep richting de andere raadscommissieleden. En ik heb ook gehoord dat u in ieder geval heeft geroepen. Ik ga over naar meneer Uitslag. Was u zover? Ja, jawel. Dankjewel. Misschien als eerste maar gelijk dan de term van de heer Royakkers te herhalen. De positieve grondhouding, die hebben wij zeker.
Dat is ook een, nu vind ik het een CDA term, want dat zit in onze genen. Het betrekken van jeugd willen stimuleren. Ik vroeg net, nu vind ik, waar wijkt het af van het eerdere initiatief? Want daar waren we toen ook al voor. Is toen niet gelukt. En ik heb toen nu het aanbod aan de raad ook al direct gezegd, ik ken de inhoud van een stuk nog niet. We hebben het eerder geprobeerd, het is toen niet gelukt. Maar dat is voor ons gereden om het niet alsnog te proberen, want het belang is voor ons te groot. Ik kijk bijna om me heen in de fractie en u kunt zien hoe belang wij aan jeugd hechten. Hè. Representativiteit is wel een punt. De heer Wildvank geeft aan dat het belangrijk is. Hè. Laat de jongeren zelf zich verzamelen en zelf met het punt komen. Ik vind de kracht hiervan eigenlijk wel dat het, als er een oproep gaat komen vanuit de gemeente, jongeren uit alle gezinten gaan komen. En anders, als mensen zelf mensen om zich heen moeten gaan verzamelen, het dan toch een teveel risico in zich heeft van een politieke duiding. Ik vond het vanavond al verwarrend genoeg dat inspreken en op persoonlijke titelspraak en ook namens de D60. En daarmee het toch wel wat politieker maakte dan hij misschien zelf had willen beogen. Hè. Dus dat geeft aan het risico dat het dan toch een politieke club wordt. En die nou volgens mij net niet wordt nagestreefd. Dus wat ons betreft is de volgorde wel juist. Maar moeten we echt goed acht op slaan dat het toch een partijpolitieke kleur gaat krijgen. Centrale vraag is wat ons betreft wat de jongerenraad ons moet bieden. Maar ook wat het de jongeren biedt. En dat is twee kanten. Dus, en daar sluit ik ook aan bij wat de PvdA net aangaf. We moeten ook duidelijk zijn in het verwachtingsmanagement. Het is inderdaad niet zo dat de jongerenraad betekent van u levert een wenslijstje in en de raad die krijgt ja aan, want de jongerenraad heeft ja gezegd. Dat is natuurlijk niet, wat mij betreft, wat ons betreft, niet het geval. Verwachtingsmanagement is heel belangrijk. Maar goed, een belangrijk aandachtspunt in ieder geval om mee te geven. Is de jongerenraad dan het enige instrument wat we moeten kunnen hanteren om jongeren te betrekken? Nou, dat gaf de inspreker zelf ook al aan. En ik vraag de heer Royakkers dus eigenlijk ook wel. Nee, dat is nadrukkelijk niet het geval. Het burgerpanel, jongerenpanel, houden we zelf ook een beetje in de smiezen. Maak gebruik van de social media of in ieder geval van het internet in plaats van een fysieke vergadering twee keer per maand. Ik vind dat nogal vaak. Met social media ieder op zijn eigen tijd kan reageren. En als er dan behoefte is aan verdieping, aan debat of aan gesprekken of aan vergaderingen bij elkaar komen, dan zou ik dat van harte toejuichen. En dan is het gemeentehuis ook echt, moet de deur ook voor openstellen. Maar ik zou het misschien wat lichter maken in zijn kern. En in de en niet gelijk te zwaar maken en daarmee ook afschrikkend. Nee, want dan wordt het toch een praatclub als je niet oppast. Dus wat ons betreft geef het college graag opdracht om met een voorstel te komen hoe we jongeren beter kunnen betrekken. Met het verwachtingsmanagement wat ik net heb duidelijk aangegeven. Maar met de twee kanten die erin zitten. Hè, dus wat willen wij daaraan hebben? Maar wat willen de jongeren er zelf aan hebben? En daarbij dus ook duidelijk aangegeven dat de jongerenraad zelf, het instrument, niet leidend zou moeten zijn. Maar een van de opties. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Helder. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Als gemeentebelangen zijn wij van mening dat wij staan voor alle inwoners van de gemeente. En ook betrokken zijn dus bij alle leeftijdscategorieën. Dus ook zeker tot 23 jaar. Vakkenvullers bij de supermarkt, mensen in het voetbalveld. Overal willen wij voor staan. Maar aangezien er hier toch een heel vurig en goed betoog is geweest. En we vinden dat je initiatieven die er komen vanuit de gemeenschap moet steunen. En elke poging die daarin wordt gedaan en met gedrevenheid wordt gedaan, daar vinden we dat we daar achter moeten kunnen staan. Dus wij kunnen in principe instemmen met dit voorstel, maar we verwachten er wel van dat er goed wordt gekeken, dat er een brede afvaardiging is, dus uit alle kernen, verschillende achtergronden. En wat wij ook graag zouden willen zien is dat we met een jaar, anderhalf jaar, dit onderwerp nog een keer terug laten komen in de raad, zodat we kunnen zien wat er van terechtgekomen is.
De doelstellingen zijn heel erg ambitieus. Twee keer in de maand. Grote groepen. Er wordt heel makkelijk geroepen, social media is de oplossing. Nou, volgens mij is social media een middel en geen doel. Met Facebook interesseer je niet een jongere om iets te willen doen. Je kan ze bereiken, maar het kan helpen. Dus we zijn heel erg benieuwd daarna. Ja, daarnaast is volgens ons de raad een van de middelen en zullen we andere onderdelen ook zeker niet moeten gaan vergeten, want het is een oplossing en niet de oplossing. Dus maar met wat kanttekeningen zijn wij voor de jongerenraad. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, dank u wel. We hebben een aantal vragen gesteld waarop antwoorden zijn gekomen. Wat wij erg jammer vinden, is dat er niet een betere analyse is gemaakt over van wat er nu al is. En daarmee komt dit voorstel zomaar in het hoekje te staan van dat het middel haast belangrijker lijkt te zijn dan het doel. Het maakt niet uit wat je doet, maar je moet in ieder geval die jongerenraad hebben. En dat vinden we een beetje een benadering die niet recht doet aan alle inspanning die er tot nu toe in het kader van jongeren is gedaan. En zonder die brede analyse zijn we ook wat voorzichtig om zomaar steun uit te spreken voor dit nieuwe element. Daarmee zeggen we dus niet dat het niet een goed element zou kunnen zijn, maar we vinden het gewoon te kort door de bocht. Dus wij zouden graag eens willen weten van hoe verhoudt zich dit tot de andere instrumenten die we hebben. En is er nagedacht over andere alternatieven? Want bijvoorbeeld wat er net even werd gesuggereerd vanuit het CDA, een jongerenpanel als een alternatief op het burgerpanel. En misschien vanuit het jongerenpanel ja, op bepaalde onderwerpen jongeren ook concreet betrekken bij zo'n project of bij een ontwikkeling. Misschien is dat ook een prima optie. Daar is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Er is geen verkenning geweest daarin. Dus dat vinden we eigenlijk jammer dat het niet is gebeurd. En daardoor ja, wil ik het toch eerst nog eens even met de fractie over hebben of wij dit gaan steunen of niet. Laat onverlet dat wij de betrokkenheid van jongeren van harte toejuichen. Daar proberen we zelf ook werk van te maken. En we hebben het ook als raad, denk ik, ja, ook vastgesteld in het raadsdocument. Maar toch, dit gezegd hebbende, wij nemen het nog even mee terug. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank, voorzitter. Het woord uitwerken hoor ik nu continu terug. En die staat bij ons ook met de vette letters. We krijgen eigenlijk nu een beetje de vraag voor, willen we iets met jongeren? Ja, dat willen we. Willen we de vraag neerleggen bij het college om dit uit te gaan werken? Uitwerken, prima. Maar ja, moet het college dat gaan doen? En ik hoorde net van de inspreker dat eigenlijk de huidige, de huidige garde misschien niet altijd op de juiste platforms zit en denkt waar de jongeren wel op zitten. Dus het lijkt me helemaal niet zo heel erg verstandig om het college deze vraag... Even een verhelderende vraag. Bij wie is bij u de andere garde? De huidige garde. Ja, en de jongeren. De jongeren die voelen zich niet aangesproken door de huidige politieke garde en het huidige college misschien dan en het gemeentelijk apparaat en niet betrokken. Dus als je nou het voorstel weer vanuit de huidige garde laat formuleren, dan gaan we in een cirkeltje draaien. Dus het lijkt mij dan veel, en dan kom ik toch bij wat de heer Wildvanke aangeeft, kom ik toch veel meer die kant op. Dan zou het eigenlijk best wel goed zijn als het eerst wat verder uitgewerkt wordt door de jonge garde. En uiteraard daarin formuleren dat het een representatieve groep gaat worden, want ik denk dat dat inderdaad geborgd moet worden. Maar de doelstelling die zou ook goed geformuleerd moeten worden. En er zijn waarschijnlijk ideeën over, alleen die heb ik hier nog niet uit kunnen lezen. Dus uitwerken lijkt me heel goed, maar de vraag is of het college dat moet doen. En ik ben er nog niet zo zeker van. Het is een heldere stellingname en ik vraag meneer Rooijakkers daarop te reageren. Dank u wel. Ik heb dat uitwerken ook van verschillende kanten gehoord. Maar misschien dat het goed is om toch een paar kleine misvattingen recht te zetten die ik in de commentaren heb gehoord. Het is inderdaad zo dat het een middel is en dat het geen doel is.
Een ander alternatief zoals de jongerenpanel, dat hoort in onze visie ook bij de instrumenten die we kunnen gebruiken. Het is ook niet de bedoeling om met grote gezelschappen één keer in de twee weken te vergaderen. Het is alleen de faciliteit om als het nuttig en nodig is bij elkaar te kunnen komen. In het stuk is ook sprake van een kern van een man of zeven die de kar trekken en proberen om anderen erbij te betrekken afhankelijk van het onderwerp, al dan niet met social media, al dan niet met in projectgroepen enzovoorts. Dus dat is zijn wel een aantal ideeën wat er is om hier invulling aan te geven. En dan kom je ook bij wat de VVD en Partij van de Arbeid zeggen, werken nou eerst maar eens uit. Nou, dat hebben we gezegd, die handschoen willen we graag oppakken. Maar het was niet zo erg zinvol om het helemaal uit te werken als de Raad er niet positief tegenover staat. En dat initiatief dat willen we ook wel nemen. Ik denk dat het goed is om het college te vragen om daar medewerking aan te verlenen. En dan kunnen we dat verder uitwerken. Dat lijkt mij prima. Dank u wel voor deze reactie. En het is aan de raadscommissie om het voorstel zoals het nu ligt om over te gaan tot instellen van een jongerenraad eigenlijk niet. De gedragenheid van deze raadscommissie kan achter zich heeft staan, maar dat we eigenlijk wat meer uitwerking eerst zien voordat we een jongerenraad zouden willen instellen. En eigenlijk is het dan de vraag of we het college die uitwerking verder laten doen dan wel de jongerenraad bij het initiatief zoals meneer Sam heeft voorgesteld. En meneer Wildvank ondersteunt dat, meneer Schuring staat erachter. CDA-fractie, kijk ik aan, maar ik heb nog geen beeld bij. Meneer Schuurman wil reageren en misschien dat u daarop wilt reageren. Nou, de eerste vraag die mij zo even naar boven kwam was van hoe de heer Royakkers aankijkt tegen de evaluatie eind 2016, begin 2017. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Het lijkt me juist in dit soort zaken dat je niet iets instelt voor de eeuwigheid, maar dat je gewoon heel flexibel reageert op veranderingen in de maatschappij, maar ook op het succes of het mindere succes en aan de hand daarvan conclusies trekt. Dat hangt allemaal bij die Cruyffiaanse uitspraak die ik eerder deed, hè? Niet geschoten, altijd mis. Dat lijkt me een duidelijke toezegging, waarbij mijn vraag overeind blijft aan de raadscommissie. En meneer Nijkamp wil nog reageren. Ja, ik word toch wel even getriggerd door het woord evaluatie. En misschien is dat wel hetgene wat ik net heb bedoeld, maar ik neem dat woord graag over. Maar dan de evaluatie van de middelen tot nu toe. Dat zou ik eigenlijk eerst wel eens willen weten. Van, gaat het nu zo verschrikkelijk slecht? Of hebben we juist een instrument met jaarlijks een avond met jongeren, die met zware ondersteuning overigens vanuit de gemeente wordt georganiseerd, maar dan ook goed wordt georganiseerd, waar 20, 30 jongeren op afkomen, telkens per kern verschillend. Ik zou eens willen weten van, hoe bevalt ons dat? En wat doen we daar dan mee? Want ik vind dat een instrument wat, nu spreek ik even op persoonlijke titel, zeker het afgelopen jaar, ongelooflijk goed is bevallen. Dank u wel voor deze aanvullende vraag, want die analyse van de huidige initiatieven en ook de huidige middelen die we hebben, zou ik de wethouder daarin het woord willen geven om te reageren daarop. Ja, dank u wel voorzitter en mogelijk ook nog op andere zaken die ik gehoord heb. Maar in ieder geval één ding is zeker dat dit initiatiefvoorstel staat nog in de kinderschoenen. Maar wat wel belangrijk is dat er een verdere uitwerking komt. Daar ben ik helemaal mee eens met de suggestie die opgeworpen is. Waar het om gaat is natuurlijk van hoe kunnen we de jongeren, hoe kunnen die hun betrokkenheid nog beter tot uiting brengen? En in welke vormen kan dat allemaal? Daar hebben we de huidige middelen voor, het burgerpanel is genoemd. We hebben daar natuurlijk de avonden die georganiseerd zijn over bepaalde maatschappelijke thema's. Maar we kunnen nog op zoek gaan naar andere middelen, naar andere manieren. En ik denk dat ik gehoord heb dat heel veel partijen positief zijn tegenover het feit dat die betrokkenheid, de manier waarop jongeren dat kunnen tonen, dat we rustig op zoek kunnen gaan naar andere mogelijkheden, dat wordt gedragen. Maar dat vergt nog wel even een exercitie. En mijn voorstel zou zijn dat dat vanuit het college ook dingen in gang worden gezet. Want één ding is heel erg duidelijk, het onderzoek van mevrouw Veringa, het landelijke onderzoek, daaruit blijkt vooral dat die jongerenraden in het algemeen nog niet goed tot uiting komen, omdat ze een enorm gebrek aan begeleiding ontberen. En juist die begeleiding die hebben jongeren zeker in de eerste aanzet nodig.
En het lijkt me ook prima als dat vanuit het college wordt georganiseerd. Dan kunnen we eerst natuurlijk wel weer alles gaan analyseren hoe het nu geregeld is. Maar de belangrijkste vraag is, kunnen we nog iets toevoegen aan hetgeen wat nu wordt geboden? En heel graag zou ik met de initiatiefnemers dat het voorstel willen doen, dat we daarmee aan de slag gaan. En dat we zeg maar over 2 tot 3 maanden met een nieuw voorstel komen. En dat u dan uw oordeel kunt uitspreken als commissie van, is dit iets om in de toekomst daarmee aan de slag te gaan, samen met de jongeren. En of dat nou een jongerenraad wordt, een jongerenpanel of een andere vorm, dat hebben we tegen die tijd wel uitgezocht, denk ik. Maar laten we eerst eens even kijken welke vormen we kunnen nog meer vinden samen met de initiatiefnemers. Dat is een helder tegenvoorstel, meneer Van Martels. En ik vraag meneer Royakkers eerst om een reactie. En daarna zou ik graag nog van GB en het CDA horen hoe zij denken over het tussenvoorstel zoals het nu voorligt. Ik vond het een heel constructief voorstel dat vanuit BMW samen met initiatiefnemers wordt gekomen tot een heldere opzet. En dat we dat binnen een paar maanden weer opnieuw in de raad brengen. Dank u wel voor deze reactie. Meneer Schuurman. Ja, dank u wel, voorzitter. Het voorstel van de heer Van Martels het lijkt ons goed. Laten we eerst even het voorstel afwachten wat er komt vanuit het college. En van daaruit bekijken hoe het verder aanvliegen. CDA, mag ik u ook nog vragen om uw opinie? Ja hoor, in de eerste termijn denk ik dat ik het duidelijk genoeg ben geweest. Pas op te veel partijpolitieke sfeer eromheen. Dus ik heb in de eerste termijn ook gezegd, laten we niet weer terugleggen bij die groep, maar laten we het even groter pakken. Zie het in het geheel van de instrumenten die wij als raad hebben, want het is ook iets voor de raad. En wees zorgvuldig in je verwachtingmanagement. En ik vind het voorstel daarmee, wat ook inmiddels omarmd is door de heer Royakkers, ik kan er niks anders dan in meestemmen. Dank u wel voor deze ondersteuning. En daarmee concludeer ik dat het voorstel niet naar de raad gaat. Maar pas over een aantal maanden, wanneer het college samen met de initiatiefnemers een aantal stappen heeft gezet. En de stappen zijn vanavond ook verwoord in de inbreng van u allen. En daarmee wens ik het college, maar ook de initiatiefnemers van harte veel succes. En we zien jullie. En ik hoop een grote groep. Dank u wel. Tot nu toe, ik stel voor om te schorsen. We gaan een kopje koffie drinken. En om 9:15 zie ik u graag weer terug in deze zaal. Dank u wel. We gaan hervatten met agenda punt 6. En dat zijn de kwaliteitscriteria van de decentralisaties. Aan de raad wordt gevraagd de criteria vast te stellen voor de inkoop van de WMO-begeleiding. En de griffier heeft mij nog opgemerkt dat in het raadsbesluit die nog aangepast zullen gaan worden. En die worden alle 5 genoemd. En alle 5 bedoelen we mee dat de volgende criteria voor inkoop van de WMO-begeleiding. Punt 1. De cliënt is degene die bepaalt welke tussen haakjes gecontracteerde zorgaanbieder de zorg mag leveren. Punt 2 is dat iedere aanbieder die aan bepaalde minimale voorwaarden voldoet de gevraagde ondersteuning mag leveren. Punt 3, we sturen op resultaat. Punt 4, er worden vaste trajectprijzen vastgesteld. En punt 5, de aanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan algemeen geldende kwaliteitseisen. Ik stel voor een behandeling in 2 ronden. Ik wil u vragen de vragen kort en puntig te stellen. En daarna gaan we opinierend uw inbreng horen en zullen we concluderen. Aan wie kan ik het woord geven om vragen te stellen? Meneer Schuring, VVD. Een hele korte, bij duurzaamheid, de laatste 2 woorden waren vrijwillig opgelegd. daar kwamen wij niet helemaal uit, dus ik ben benieuwd wat daar... Heldere vraag. Nog meer vragen? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Een vraagje over specifiek voor die inkoop WMO. Er staat dat de nieuwe contracten moeten ingaan op 1 januari 2016. Lukt dat? Gaat het lukken om dat te doen? Het tweede gaat over de tegenvallende initiatief op het gebied van innovatie. En ik ben wel erg benieuwd of daar al iets meer over te zeggen is. En het derde is dat ik het uitgangspunt samenwerking mis in deze criteria, wat wel bij jeugdzorg heel veel wordt genoemd. En over de inkoop jeugdzorg heb ik ook nog 2 vragen. En er staat een mooi uitgangspunt in 2, er worden mooie resultaten genoemd. Maar hoe wordt het vertaald naar de praktijk? En hoe zien we die resultaten terug? Is daar iets meer over te zeggen? En ook hier toch de vraag naar de innovatie.
wat wordt er gedaan om dat ook een boost te geven? Ook bij de jeugdzorg, dat waren mijn vragen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Zijn er nog meer vragen? Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. En een paar vragen van onze kant. Wat betreft de WMO staat er heel mooi in de notitie een aantal voorwaarden. En bij punt 2 ook op grond waarvan men kan weigeren. Maar wat nu als de aanbieder op bijvoorbeeld financiële gronden weigert diensten te verlenen? En dan is het net andersom. Zijn er dan mogelijk ook sancties? Als het gaat om de jeugdzorg wil ik nogmaals aandringen op eenduidige formulering. Dus jeugdzorg en jeugdhulp. Jeugdhulp juist te schrappen en over jeugdzorg te praten. Want in de notitie worden beide gehanteerd. Bij punt 2, als het gaat om de uitgangspunten, staat betere aansluiting op de vraag. En dat roept bij mij eigenlijk de vraag op betere aansluiting dan. Wordt er nu dan niet goed aangesloten en waaruit blijkt dat dan? Dan de uitgangspunten zijn behoorlijk ambitieus. Wij zijn ook wel benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt. Zijn deze ambities haalbaar? Laatste vraag. Voor 2015-2016 is er sprake van regionale inkoop. Op welk moment komen de gemeenteraden aan bod en wat is dan het moment van inspraak en hoe gaan wij verder na 2016? Dat zijn eigenlijk een aantal vragen in één. Hier wil ik het bij laten. Kan soms in één antwoord gegeven worden. Dat is wel helder. Dank u wel voor deze vragen. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ik heb twee korte vragen. Als we dan al kwaliteitscriteria gaan vaststellen, moeten we dan niet eerst of ook vaststellen wat we willen inkopen? Om die criteria te kunnen bedenken. Dat is eigenlijk meer een toetsvraag hoor. En de tweede is, u schrijft in het stuk dat het inkoopproces dan zo is ingericht dat gestuurd wordt op resultaat. En mijn vraag, daar was net ook al even een vraag over. Weten we nou hoe die resultaten gaan meten? Hebben we dat scherp, wat we gaan meten en hoe we dat gaan afmeten? Meneer Royakkers, D66. Ja, ik zou bijna terughoudend worden, want ik heb net gemerkt hoe lastig het is als je heel veel vragen tegelijk krijgt. Soms is dat wel een hele goede leerschool, meneer Royakkers. Ja, soms helpt het om een beetje aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Ja. Maar ik heb niettemin toch een paar vragen. heb ik het goed begrepen dat de inkoop waarover sprake is in het raadsvoorstel, dat het over alle aanbestedingen gaat en niet alleen over begeleiding? Dan is er een criterium dat de gemeente Dallassen iedereen die aan de minimumeisen voldoet de gelegenheid wil geven om mee te doen. Heel sympathiek, maar zijn we niet een beetje bang voor een wildgroei van zorgaanbieders? Is er misschien een beleid mogelijk op termijn dat je zegt van heel de kleine zorgaanbieders die eigenlijk helemaal, die bijna niks doen, moeten we die nog handhaven? Ook in verband met de administratieve lasten en begeleiding en dat soort zaken. Dan wordt er in criterium 3 gesproken over sturen op resultaten. Ik geloof dat ik al eerder daar een vraag over heb gehad, onder andere van de heer Wildvank. En kan de wethouder toezeggen dat er uiteindelijk toetsing, monitoring zal plaatsvinden aan criteria en dat we dat ook van als raad van tijd tot tijd horen, bijvoorbeeld in een soort kwartaalrapportage die ook we nu al krijgen. Dan over de vaste trajectprijzen. Dat is een beetje een lastige, dat is een spanningsveld wat mij betreft. Aan de ene kant zeg je van misschien dat ze dan wel hoger worden dan wanneer je zou gaan aanbesteden. Op een wat harde economische manier. Aan de andere kant zou ik ook niet graag hebben dat die vaste trajectprijzen zo laag zijn dat het niet mogelijk is voor aanbieders om een fatsoenlijk cao-loon te betalen. Dus je zit daar eigenlijk tussen die twee dingen in en misschien dat u kunt toelichten hoe dat u dat wil gaan aanpakken. En dan met betrekking tot de jeugdzorg. Er is een aantal grote of institutionele grootaanbieders in de regio van jeugdzorg. En de vraag is of dat die voldoende meegaan in de omslag van de transitie. En voldoende zorg op maat leveren. En in die zin is, gezien hun relatieve machtspositie, is de vraag of dat innovatieve jeugdzorgaanbieders
wel een reële kans krijgen. Misschien dat u daar ook iets van kunt zeggen. Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor deze vragen. CDA heeft geen vragen. Dan wil ik het woord geven aan meneer Van Martels als portefeuillehouder om de vragen te beantwoorden. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn nog wat vragen en ik ga een poging wagen. En dan zal ongetwijfeld blijken dat ik nog een paar vragen heb laten liggen. Maar die worden dan, neem ik aan, wel hernieuwd gesteld. Dat mag ik hopen althans. Maar bijvoorbeeld moet ik zeggen dat ik natuurlijk niet op alle vragen een heel specifiek antwoord weet. Maar ik ga mijn best doen. Wat heel belangrijk is in het voorstel, dat niet de regels bepalend zijn, maar de effectiviteit van de oplossing. En dat professionals de ruimte krijgen om maatwerk te bieden. Dus we zetten heel sterk in op het vertrouwen met de zorgaanbieders. En dan is het ook heel moeilijk om echt criteria aan de voorkant te stellen van u moet het zus en zo doen. Dan is meteen die vrijheid van die zorgaanbieder is dan weg. Dus dat dilemma is er natuurlijk altijd als we zeggen van we vertrouwen u, maar we sturen inderdaad op de manier waarop u uiteindelijk het resultaat naar voren kan laten brengen. Dus op basis van effectiviteit, dan is het moeilijk om te zeggen van tevoren u moet zus en zo. En dan dat vind ik ook dat de raad daar natuurlijk, dat is gewoon ook moeite. U zoekt ook naar een manier van monitoring, dat u zegt van dit hebben wij voorbaat, willen we dat dit behaald is. Maar dan kunt u niet het hele traject volgen om te kijken van of dat nou daadwerkelijk op die geëikte punten gedaan is. We stellen wel degelijk kwaliteitseisen aan de zorgaanbieders. Dat doen we op basis van opleidingseisen. Klachtenregistratie is er, een kwaliteitsborging, maar ook op basis van certificering. Ook dat moeten ze overleggen. En het resultaat, daar hebben we twee methodes voor. Tenminste, we denken dat we op die manier de resultaten willen gaan meten. En dat is volgens de methode van de menselijke maat, maar ook op de methode van de impact op participatie en autonomie. Ja, klinkt misschien vrij wollig, maar dat is toch dat we willen dus heel veel in overleg gaan met die zorgaanbieder. En ze zullen niet alles met harde cijfers kunnen verantwoorden. Dat is een ding dat in ieder geval zeker is. De cliënt bepaalt, dat willen we ook vooral zo houden. Dus dat hij een grote de mogelijkheid heeft om te zoeken naar welke zorgaanbieder het beste bij hem of haar past. Even kijken, wie had die vraag gesteld? Het ging over vrijwillig opleg. Nou, dan moet ik even zoeken of dat een fout is. Dat kan ik zo niet terughalen zo snel. Daar moet ik even naar kijken. 1 januari 2016 gaat dat lukken, of dat haalbaar is. Ik heb nog geen geluid ontvangen dat het niet haalbaar is. Dus ik ga er volgens nog vanuit dat we daar gewoon blijven streven. En volgens nog mag u daarvan uitgaan. En mocht dat niet zo zijn, dan krijgt u daar een bericht over. En wat de reden daarvan is dat we dat niet gehaald hebben. Innovaties, daar ziet u misschien nog weinig van terug. Maar we moeten ook wel beseffen dat, dat zie je in de jeugdzorg, maar dat zie je ook bij de WMO, dat een nieuwe wetgeving, men heeft weer te maken met de gemeente. Maar men is nog zo druk met het organiseren van het nieuwe beleid. We zitten nog echt in een transitiefase. Het feit dat ze aan het transformeren zijn, dat zien we bij bepaalde partijen wel terug. Soms zijn dat de grote, meneer Rooijakkers, de andere keer zijn dat de kleinere partijen. Maar wat we wel zien, dat bepaalde partijen heel goed meewerken. We zitten zelfs bij de jeugdzorg wel te denken van, moeten we niet gaan werken met een rode en met een groene kaart. Dus partijen die het heel goed een groene kaart geven en nu al zeggen van, als u op deze voet doorgaat, willen we heel graag het contract met u verlengen. En andere partijen toch wel een winstwaarschuwing geven van, nou, als het op deze manier doorgaat, dan wordt het contract niet verlengd. Dus op die manier willen we toch wel laten merken van hoe het ervoor staat. Want met name in de jeugdzorg zie je heel sterk dat er nog veel wantrouwen is tussen de aanbieders en tussen de gemeente. Dat moet allemaal geslecht worden, ook door heel veel met elkaar te praten. Je merkt ook dat die gesprekken volop gaande zijn, zeker met die nieuwe inkoopcontracten die nu worden afgesloten voor 2016. En daar heb je dan 230 zorgaanbieders. Ja, krijg je er dan niet te veel? Nou, ik ben ervan overtuigd dat na verloop van tijd dat het aanbod toch een beetje wordt gedempt, omdat ook zorgaanbieders moeten leren te delen van elkaars ervaringen. En dat gebeurt nog onvoldoende. Dat merk je heel sterk in het veld. En dat heeft alles te maken met dat in deze nieuwe fase ook zorgaanbieders nog gewend zijn om te denken in omzetten. Niet de cliënt staat altijd centraal, het wordt altijd wel mooi uitgesproken, maar de praktijk is weer barstig. Iedereen is toch wel een beetje nog bezig met het behoud van hun eigen organisatie. Het delen van kennis moet dus nog op gang komen. We hebben ook gesteld, dit jaar is een overgangsjaar en daar moeten we volop mee aan de slag. Maar we leggen wel het vuur aan de schenen van de zorgaanbieders, dat ze wel degelijk zorgen dat ze hun ontwikkeling doormaken en ook dat die innovatie een kans krijgt.
als aanbieders weigeren hun dienst te verlenen, nou ja, daar kan er helemaal geen sprake van zijn. Ik bedoel, dan wordt het wel, dus dan wordt het natuurlijk wel onderzocht van wat is dan de reden dat er geen dienst niet wordt verleend. En als het, mocht dat zo hardnekkig zijn, ja, dan is er maar één mogelijkheid dat er op den duur geen nieuw contractering zal plaatsvinden. Daar moet je gewoon duidelijk en hard in zijn, denk ik. Spreken we nou over jeugdzorg of jeugdhulp? U doet de suggestie jeugdzorg te gebruiken. Nou, ik zou eigenlijk de suggestie willen doen dat we jeugdhulp. Eigenlijk praten we over jeugdhulp en niet meer over jeugdzorg. Dus, en uw oproep is in ieder geval om dat consequent te doen. Daar ben ik het wel mee eens. En als, als daar geen sprake van is, dan moeten we daar even extra acht op geven. Betere aansluiting op de vraag, alsof die nu niet voldoende aanwezig zou zijn. Ik denk dat we het op het moment wel goed doen. Alleen het woord betere, het kan altijd beter. Dus dat is die oproep en het streven wat we voor ogen hebben. Hoe gaan we naar 2016 verder? Ik denk dat ik daar nu nog niet iets concreets over kan zeggen. Omdat ik vind dat we duidelijk in deze overgangsfase moet blijken van hoe zijn de ontwikkelingen. Maar je moet het dusdanig monitoren dat ja, ook na 2016 zal het in beeld moeten blijven. Dus ook in 2016 krijgen we dezelfde vraag die nu wordt opgeworpen weer terug. En zal het ook al onderhand, ook zeker in de Raad weer ter behandeling worden aangeboden. Hoe sturen we nu op resultaat? Ja, daar heb ik iets gepoogd om daarover te zeggen. In hoofdlijn heb ik het wel volgens mij gehad, maar ik ben me van bewust dat ik niet alle vragen en antwoord heb gegeven. Maar ik ben ook zeer van bewust dat een aantal vragen blijven liggen. En dat, misschien, voorzitter, zou het goed zijn dat ik daar ook op een via een schriftelijke manier op terug zou kunnen komen. Dat voorstel zou ik zeker willen doen. Maar misschien zijn er nog een paar vragen die ik misschien heel makkelijk zou kunnen beantwoorden. Tenminste waarvan u het vermoeden heeft dat ik het zo makkelijk zou kunnen beantwoorden. Dat moet natuurlijk nog blijken. Dank u wel, meneer de wethouder, voor deze beantwoording. En u geeft aan de vragen die nog niet beantwoord te zijn schriftelijk te willen doen. Dan wil ik u informeren dat we dat dan uiterlijk donderdag in het bezit van de raadscommissie zouden moeten hebben. Maandag hebben we het erover. Maar misschien kunt u nog even een inventarisatie maken van de vragen die de raadscommissie waar de grootste behoefte aan bestaat om daar een antwoord op te krijgen. Prima in staat om zelf de vragen en de beantwoording bij te houden. En ik geef mevrouw Kappert het woord daarbij. Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad nog een vraag openstaan. En dat is of de wethouder de ambities ten aanzien van de jeugdzorg, zoals ik hem toch heel graag zou willen noemen, haalbaar acht. Vind ik best moeilijk, omdat het is meten, weten, leren en verbeteren, daar gaat het om. En we zitten nog heel sterk in die meetfase, dus we weten ook nog heel veel niet. Mondjes, maar het komt steeds meer zaken worden duidelijk. Bijvoorbeeld dat we op de begroting van de LVB geld tekort komen. Dat we op, als het gaat om de PGB, dat we misschien nog geld overhouden. Hoe we nou per saldo uitkomen, valt nog weinig over te zeggen. Maar ook over de kwaliteitscriteria die we hebben gesteld, is nog niet voldoende antwoord te geven op die vraag of we dat positief kunnen beantwoorden. Ik vind dat veel te vroeg nog eigenlijk. Dus ik wil hem daar ook niet aan binden om daar iets over te zeggen nu. De hoop is natuurlijk wel, maar er moet ook heel veel werk gebeuren. Dat geef ik er wel mee. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik werd een beetje getriggerd door het antwoord van de wethouder, want hij had het over rode en groene kaarten. En is dat nou een zomaar idee te lassen pols, of is dat echt een beleidsvoornemen om iets te gaan doen met de ervaringen en daar ook consequenties aan te verbinden? Ja, ik heb het hier wel over jeugdzorg. En het is zelf een voorstel wat ik vorige week heb gedaan in een regionaal verband, omdat we ook heel erg sterk zien, zoals ik net gezegd heb, die jeugdzorgaanbieders, daar zit heel veel verschil tussen in opvatting, in houding en gedrag. En bij sommigen kun je, nou ja, die onderschrijven helemaal hetgeen wat de gemeente voor ogen heeft. En anderen die zitten echt nog wel een beetje in de weerstand. Maar toen heb ik inderdaad geopperd om met die rode en groene kaarten in ieder geval, om die misschien in het leven te roepen. En dat ondervond wel steun bij mijn collega's. Maar net die vergadering moest ik eerder weg, dus ik heb het verloop van de vergadering niet meer gehoord. Maar ik voelde wel sympathie, maar het is wel duidelijk dat daar misschien wel dat een goede manier zou zijn om in ieder geval de zorgaanbieders duidelijk te maken van dat ze op de goede weg zitten of totaal niet juist. Dank u wel, meneer Van Martels, voor de beantwoording. Meneer Royakkers, en dan zal ik naar meneer Schuring. Mijn vraag was nog of dat u hebt nagedacht over het spanningsveld tussen een goedkoop
redelijke lage prijs voor het traject. Maar wel een prijs die voldoende is om een fatsoenlijke cao-loon te betalen. Heeft u daarover nagedacht? Ja, zeker. Ik bedoel, daar wordt zeker over nagedacht. Ik bedoel, want we willen geen situatie creëren waarbij uiteindelijk de continuïteit van de zorgaanbieder niet gewaarborgd is. Want daar doelt u denk ik op. En daar zijn kunnen we daar positieve vruchten van plukken. Het moet natuurlijk een samenwerking zijn die op continuïteit is gestoeld. En dat kan alleen maar als ook de zorgaanbieder natuurlijk wel voldoende kans heeft om ook enigszins positief, natuurlijk met positieve resultaten te kunnen laten zien. Meneer Schuring, VVD. Ja, toch even aanhaken op die gele en die groene kaars. Transitie, transformatie. Sorry? Groen en rode kaart. Groen en rode, nou ja. Oranje kaart misschien. Ja, we zitten in een transitie en een transformatie en veranderen in dat dossier we zijn nog maar aan het begin gekomen. Dus ik denk inderdaad dat het heel goed is om met die aanbieders het functioneren te bespreken. Maar niet alleen maar met het doel om hun aan te geven of zij functioneren en als ze zo doorgaan dat ze door mogen gaan of dat ze een volgend contract ook krijgen. Maar ook de andere kant op, want het zou ook kunnen zijn dat de gemeente zijn perceptie verkeerd heeft. Dus ik zou het niet stipt een rode en een groene kaart willen noemen, maar ik zou het een evaluatie noemen. Wat is uw vraag, meneer Schuring? Of het college dat ook zo ziet, want het lijkt nu alsof we beoordelen en afrekenen, of niet. Maar het kan ook de andere kant op, inderdaad. Goed, meteen over die kaarten. Ik bedoel, dit is wel de regionale aanpak, hè? Dus wordt dit gedeeld in de regio dat we op die manier gaan werken? En zoals gezegd, daar heb ik dan net een antwoord op gegeven. Of dat moet nog blijken of we op die manier gaan werken. Maar het is niet zo dat we als gemeente zeggen van de manier waarop wij het geformuleerd hebben, dat de enige manier is. Dus in overleg moeten we natuurlijk wel samen verder zien te komen. En dat is ook wat er gebeurt. En u geeft alleen maar aan van, de ontwikkelingen die als die bepaalde richting uitgaan. Dat wil niet zeggen dat de gemeente altijd wel op het rechte spoor zit, op het goede spoor zit. Dus heb oog voor elkaars zwakheden. Daar doelt u op met name. Daar hebben we oog voor. Zeker in de gesprekken die gevoerd worden. Maar dat hebben we dan wel weer uitbesteed via de BVO hoor, in regionaal verband. Maar dat geven ze wel steeds nadrukkelijk mee. Dat we op die manier de gesprekken aan moeten gaan. Dank u wel voor de beantwoording. Daarmee concludeer ik dat de vragen beantwoord zijn. Ja, dan ga ik over naar uw opinie. Wou u nog wat zeggen, meneer Van Martels? Nee, maar daarmee hoef ik misschien schriftelijk geen beantwoording meer. Nee, dat is mijn conclusie. Ja, dan ben ik er alleen maar blij mee natuurlijk. Ja, dank u wel. Dan ga ik over tot de opinierende ronde. Meneer Koetsier van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft korte reactie. We hadden ook geen behoefte om vragen te stellen. De CDA-fractie ziet dat de criteria vooral op hoofdlijnen zijn geformuleerd. En we zien daarbij een perfecte voortzetting van het beleid. Namelijk die cliënt centraal. Niet denken vanuit de standaard aanbod, maar vanuit kwaliteit waarbij de cliënt centraal staat. Met alle innovatieve en slimme werkwijzen om zaken verder te ontwikkelen. Dus wat ons betreft een compliment voor het college. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Zal ik een korte reactie geven. Voorhand wil ik wel vast aangeven dat we zullen instemmen met het voorstel. Het andere wat ik er nu nog van ga zeggen is dus meer achtergrondmuziek die we meegeven aan de wethouder. Want we vinden wel dat je, wil je deze criteria echt goed kunnen hanteren, dan moet je ook wel een goed beeld hebben van wat je nou eigenlijk wilt inkopen, welke begeleiding we nou echt behoefte aan hebben. En in het voorstel wordt uitsluitend gesproken over zorginstellingen. Maar inmiddels zijn we wel op het punt aangeland dat na de transitie we in het proces zitten van de transformatie. Meneer Koetsier zei er ook al iets over. Wat gaan we nou anders doen dan we tot nu toe gedaan hebben? Wij hebben ze altijd op het standpunt gesteld dat zorg waar moet, waar het moet en wel zijn waar het kan. Dat komt ook overeen met datgene wat er in de contourennota over geschreven staat. En dat missen we een beetje in dit stuk. En het sturen op resultaten, ik herhaal het nog even, in beginsel is dat een goed idee, maar dan zul je het begrip resultaat wel goed moeten definiëren. In ieder geval nader moeten definiëren. En dat misten we ook nog een beetje. Dus dan geven we toch als suggestie mee om er nog eens even goed naar te kijken. Voor het overige dus prima voorstel en stemmen we graag in. Dank u wel voor uw akkoord en uw achtergrondmuziek. Meneer Royakkes, D66.
Ik weet niet of er in dat orkest nog plaats is voor meer geluiden. Maar wij zijn ook eens met het voorstel. We vinden dat het heel goed de vertaling is van het beleid. En we zijn blij dat ook onze visie op de zorg hier door de gemeente wordt vertaald in concreet beleid. Dat innovatieve en slimme, vertrouwen op professionals, de vrije keuze van de cliënt. Dat is allemaal prima. Het is alleen een uitdaging om die kwaliteit op een of andere manier zo in beeld te krijgen dat we die ook kunnen volgen. Dat is prima. We vragen ook aan de college om begrip te hebben voor administratieve last van de zorgverleners. Want je kunt heel veel vragen, net zo goed als de raad soms aan u erg veel vraagt. Kunt u heel veel vragen aan de zorgverleners, maar we moeten oppassen dat de administratieve zorg tot een minimum beperkt blijft. Zonder dat voorbij wordt gegaan aan de verantwoording die u ook heeft voor de besteding van onze collectieve middelen. En we vinden voortzetting van de regionale inkoop jeugdhulp ook in 2016 voor die kwetsbare groep uit het oogpunt van continuïteit een goede zaak. Dus wij zullen van harte instemmen met uw voorstel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, positief. Ik denk dat het meest belangrijke onderdeel is dat er niet te veel regels, maar kaders en evaluatie en dan ruimte voor de aanbieders wat innovatie in de hand werkt. En ik denk dat het enige is om deze transitie en transformatie tot een groot succes te laten leiden. Met inderdaad oog voor beperkte administratieve lasten voor die aanbieders, zodat ook de kleineren inderdaad mee kunnen doen. Want daar kunnen nog wel eens de verrassendste onderdelen uit gaan komen. Je weet het niet. Positief. En het enige was het textuele stukje van het... Ik herhaal het niet. Dank u wel, meneer Schuring, voor deze positieve bijdrage. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel om een aantal kwaliteitscriteria vast te stellen. We steunen de samenwerking met Zwolle en Kampen, waarbij het belangrijk is dat Dalfsen zelf beleidskeuzes maakt. De genoemde uitgangspunten onderschrijven, waarbij we blij zijn met het uitgangspunt dat de cliënt degene is die bepaalt. Wel vragen we ons af of dit in de praktijk haalbaar blijft, als er bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan. Blijvende aandacht voor innovatie vinden we erg belangrijk. Organisaties moeten blijvend worden uitgedaagd om met nieuwe dingen te komen. En ook zien we graag meer aandacht voor het stimuleren van de samenwerking, want dat leidt tot nieuwe aanbod, nieuwe hulp. Wat betreft de regionale inkoop jeugdzorg stemmen we in met het verlengen van de huidige contract in 2016. We maken ons wat zorgen over de monitoring van dit alles. Er wordt al vaak iets over gezegd, er worden resultaten beschreven, maar we missen de concrete vertaling en hoe dit, het gebruik en de kwaliteit, gevolgd gaat worden. Tot slot nog iets over de communicatie. We lezen dat er geen communicatietraject komt voor de cliënten die gebruik maken van begeleiding. En dat vinden we erg jammer. Een van de uitgangspunten is toch eigen kracht. En daar hoort wat ons betreft ook bij het tijdig en zo volledig mogelijk informeren van cliënten. Zeker als je let op de onrust onder cliënten en hun netwerk de afgelopen jaren. Dat er naar gestreefd wordt zo min mogelijk voor hen te veranderen, is wat ons betreft juist een voortreffelijke reden om hen wel te informeren. Samengevat, voorzitter, we steunen de algemene lijn van het voorstel, vragen aandacht voor innovatie en juiste monitoring en aanpassing van het communicatietraject. Dank u. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde criteria zoals die er nu liggen voor de WMO-inkoopbegeleiding. We hebben natuurlijk de nodige vragen gesteld, maar dat betekent niet dat we er niet positief tegenover staan. Wat ons vooral aanspreekt is cliënt centraal en cliënt in de lead. En ik denk dat we daar een hele mooie stap mee zetten met dit document. En het sturen op resultaat, ik kan nog wel wat toevoegen, maar het is allemaal gezegd. Ik denk dat dat nogal spannende is van hoe doe je dat dan? Het is wel een hele mooie, een heel mooi uitgangspunt, maar het zal ook gelijk een heel ingewikkeld iets zijn. Succes ermee. Dank u wel voor deze opbeurende opmerkingen. Ik concludeer dat de raadscommissie akkoord is met de kwaliteitscriteria zoals ze beschreven zijn. In de achtergrondmuziek, niet alleen van meneer Wildfank, maar van alle raadscommissieleden die het woord hierop hebben gevoerd, heb ik gehoord cliënt centraal, innovatief, slim, samenwerking stimuleren, monitoring is een zorgpunt, niet... En de informatie en communicatie naar de cliënt is belangrijk. Van harte wensen wij u succes en we zullen deze notitie als akkoordstuk doorleiden naar de raad met uw instemming.
Dank u wel voor uw inbreng, de wethouder. En dan gaan we verder naar een hele andere tak van sport, zeg ik dan maar even. De nota reserves en voorzieningen 2015-2018 ligt voor. Agenda punt 7. En er wordt voorgesteld de nota zoals die is gepresenteerd vaststellen. En de financiële gevolgen middels begrotingswijzigingen doorvoeren. Aangeschoven is niet meneer Smit, maar Marie Vetkamp, ambtelijke ondersteuning van meneer Van Leeuwen als portefeuillehouder. Ik wil graag deze notitie, zoals die nu als voorstel voor ligt, in twee rondes behandelen. Graag eerst de vragen, graag kort, en vervolgens uw opinie, als de beantwoording voldoende door de wethouder gerealiseerd heeft, heeft kunnen doen. Wie kan ik het woord geven voor de vragen? Er zijn geen vragen. Ja, er is een vraag. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb een vraag, maar ik zeg er gelijk bij, het is een technische en ook maar een kleintje. Dus als die schriftelijk behandeld moet worden, vind ik het ook prima. Het gaat over de reserve ruimtelijke kwaliteit. Is dat een reserve die tot voor kort in ieder geval werd gevuld vanuit de bijvoorbeeld rood voor rood regeling? Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Kleine Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, één vraag. In het overzicht, voorstel opheffen reserves, staat de reserve essent gelden. Daarvan is 6 ton bestemd, maar 250.000 wilt u overboeken naar de algemene bestemming vrij besteedbaar. Zou u het willen bekijken en eventueel met een voorstel komen in een van de planning- en controlecyclus of dit geld te besteden is voor isolatiebeleid en duurzaamheidsbeleid voor bestaande woningen? Dat was het. Dank u wel, meneer Kleine Koerkamp, gemeentebelangen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Allereerst gaat het over het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Daar wordt een nieuwe methodiek voorgesteld, als ik het wel heb. Maar de argumentatie daarachter en de effecten daarvan, die worden niet erg breed uitgemeten. Dat zouden we graag nog even wat toegelicht willen zien. Waar dat verschil nou in zit, het waarom en wat het effect daarvan is. Het tweede punt is dat we zien dat de reserve maatschappelijke duurzaamheid wordt afgeschaft. Met als argumentatie dat we te maken hebben met decentralisaties. De argumentatie zou juist de andere kant op kunnen wijzen. Omdat we te maken hebben met decentralisaties, zou deze reserve misschien wel veel groter moeten zijn. Tenzij we zeggen van nou, we combineren hem met die andere reserve van 1,5 miljoen. Maar die afweging is blijkbaar niet gemaakt. Hoe is deze redenering sluitend te krijgen? We zitten wel met het afschaffen hiervan. We snappen wel dat er inmiddels door regelgevingverandering er geen nieuwe, geen nieuwe middelen bijkomen. Maar toch, eigenlijk zouden wij de redenering precies andersom willen hebben. En op diverse plaatsen wordt voorgesteld om allerlei zaken in het vervolg over te hevelen naar de exploitatie. Betekent dat we hiermee weer een hele hoop lucht in de exploitatie gaan pompen of gaat u dat anders aanpakken de komende jaren? Heldere vragen. Meneer de wethouder is nog even de vragen aan het verwerken, zoals dat heet. Mag ik u het woord geven, meneer Van Leeuwen, wanneer u zover bent? Ja, dat mag. Er zitten een paar vragen tussen die ik toch echt even aan mevrouw Vetkamp wil doorspelen. Wat betreft de vraag over de essentgelden. Wij stellen voor om die naar de reserve, vrije reserve algemeen besteedbaar over te hevelen. En u wil erop terugkomen in de planning- en controlewerkgroep. Dat lijkt me niet verstandig. Ik bedoel de planning, controle, cyclus, dus begroting, najaars, voorjaarsnota. De cyclus. Ik zou me kunnen voorstellen dat als u er een ander doel voor heeft en u gaf aan daar ook al wel gedachten over te hebben, dat u bij de begrotingsbehandeling probeert om voldoende steun te krijgen voor uw ideeën om daar een
nou, een fonds in zaken duurzaamheid van te maken. Ik kan me er wel wat bij voorstellen hoor, wat betreft essentgelden. Maar dat lijkt me nou typisch een mooi initiatiefvoorstel voor de Raad. Ja, tenzij het college doet, maar wij stellen voor om het naar de algemene reserve over te hevelen. Dus als u het anders wilt, zult u wat anders moeten voorstellen. Maar goed, even dit terzijde. Ik denk dat ik de andere vragen toch even aan mevrouw Vetkamp verzoek om te beantwoorden. Met uw goedvinden, voorzitter. Mevrouw Vetkamp, ga uw gang. Ja, dank u wel. De vraag over ruimtelijke kwaliteit, daar moet ik toch even nakijken, dus daar kom ik schriftelijk op terug. De vraag over grondexploitatie. Voorheen werd de hoogte van de grondexploitatiereserve bepaald op de statistische berekening. Bij de jaarrekening 2014 is die gebaseerd en ook uitgelegd op basis van de risico-inventarisatie. Ja, op die manier bepaal je dus het weerstandsvermogen. En het geeft een beter beeld. Dan een vraag over maatschappelijke duurzaamheid. Waarom is die vervallen? In 2010 is deze reserve gevormd. Toen was het, de vorming was toen nog op basis van 35 cent... vanuit de grondverkopen. Dat mocht op basis van de wetgeving niet meer. En tot en met 2015 was er ook nog geen enkel beleidsvoornemen om met deze reserve aan het werk te gaan. En omdat we inderdaad de reserve decentralisatie gevormd hebben, was dat de afweging om deze dus te laten vervallen. En ook omdat de reservestand beneden de 100.000 euro bleef. Dan de lucht in de exploitatie. Die vraag. Er is inderdaad wat lucht in de exploitatie geschept met dit voorstel. Deels omdat op basis van de BBV-voorschriften. Ja, wij dachten dat de toerekening van de voorzieningen, de rente aan de voorzieningen, was niet conform BBV. En daarom is dat voorstel gedaan. En dat geeft inderdaad lucht in de begroting. Ik weet niet of uw vragen voldoende beantwoord zijn. Dank u wel, mevrouw Vetkamp. Zijn hiermee de vragen voldoende beantwoord? En er is een toezegging om schriftelijk nog even over die ruimtelijke kwaliteit en de vulling daarvan terug te komen op vragen van de Partij van de Arbeid. Daarmee concludeer ik dat er geen vragen meer openstaan en wil ik graag uw opinie horen. Mevrouw Rameman, CDA. Ik hou het kort. Voor ons ligt een duidelijke nota met correcte uitleg en de werkwijze en de aangebrachte wijzigingen. Mijn complimenten voor de ambtenaren die deze nota hebben voorbereid. Ik vond het goed leesbaar. Ik wil Jip en Janneke taal niet noemen, maar het was voor ons goed leesbaar in ieder geval. Bedankt daarvoor. Dank u wel voor uw reactie. Meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ik sluit me daar graag bij aan. Compliment voor de, wat mij betreft, uiterst toegankelijke en leesbare notitie. Dat meen ik echt oprecht. Zitten voor ons niet veel discussiepunten in. Eentje wel, maar dat zou mogen kunnen gaan over die ruimtelijke kwaliteit. Maar dat is dan een discussie die we op een ander moment gaan voeren waar het gaat om de herziening van de regelingen rood voor rood. Maar ik hoor nog graag even wat de antwoord op de technische vraag is. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Royakkers, D66. Ik sluit me bij de vorige sprekers aan. En ik vind het fijn om een goed overzicht te hebben gekregen van wat nou reserves en voorzieningen en al die andere dingen zijn in de gemeentelijke organisatie, omdat dat helemaal niet overeenkomt met wat je in het bedrijfsleven hebt, is het goed om het nog eens keer zo duidelijk opgeschreven te zien. Waarvoor dank. Meneer Schuring, VVD. Ja, idem. Goed dat het opgeschoond wordt en daarmee overzichtelijker wordt en inderdaad de les en de voorbeelden erbij te zien, dat helpt. Wij zaten al met de voorzieningen en de geblokkeerde bestemmingen.
Ja, dat is als voorbeeld. Het staat er ook een beetje over en weer te gooien. Maar helder dus. Dank u wel voor deze opinie. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met deze nota. Hij was duidelijk, mede door de nota van wijzigingen die bijgesloten was. Dat gaf nog een wat meer duidelijkheid. Wij kunnen dus instemmen en zullen ons beraden om met de begrotingswijziging met een voorstel te komen. Dank u wel voor deze bijdrage. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Nou, daar hebben we in ieder geval graag contact over met gemeentebelangen. Want daar wordt gesproken over een nieuwe reserve duurzaamheid. En wij hadden het over maatschappelijke duurzaamheid. Dus ik denk dat we wel een deal kunnen sluiten. Laten we eens kijken wat mogelijk is. Over het algemeen een prima notitie. Toch blijven de vragen die we gesteld hebben nog wel een beetje hangen. Ik zou er eigenlijk ook nog wel even wat over willen nadenken. Maar het gaat dan echt over die paar punten. In ieder geval zou ons voorstel toch nog steeds zijn om die reserve maatschappelijke duurzaamheid dan maar toch in het sociale domein te beleggen. En alleen het argument dat er verder nog geen concrete plannen zijn gelanceerd vanuit de Raad. Dat mag dan misschien feitelijk juist zijn, maar we hebben vorige week bijvoorbeeld gesproken over glasvezels. Dat is ook een van de elementen die je zou kunnen zien als invulling van maatschappelijke duurzaamheid. Er zijn meer dingen te verzinnen dan dat we kunnen financieren. Dat is één ding wat zeker is. Dus daar ligt het niet aan. Dus in die zin zouden we dat graag toch nog wel even mee willen geven. Punt ter overweging staat overigens niet de besluitvorming in de weg, maar wel even als vraag voor de toekomst. De algemene reserve reeds besteed. Daar is nu behoorlijk wat naartoe geveegd, om het maar zo te zeggen. We zouden het wel op prijs stellen wanneer wij jaarlijks een inzicht krijgen van wat daar nou in zit. Want dat bedrag dat is toch inmiddels aanzienlijk. Maar het gaat ook over allerlei diverse posten die er inmiddels in zijn beland. Maar totaalbeeld ontbreekt. Het zal vast goed zijn, maar we willen er ook graag wat zicht op houden. En verder denken we dat de besluittekst nog wel wat aangescherpt mag worden. Met name volgens mij de tweede besluittekst. Dat laat redelijk in het midden van wat nou precies die wijzigingen zijn. En dan blijkt het ons wel vrij om in ieder geval expliciet te verwijzen naar de juiste paragraaf. Anders is het een beetje gissen van wat we dan bedoelen. Maar op dat punt van die exploitatie... reserve, daar willen we graag nog even op terugkomen. Dank u wel. Dank u wel voor uw opinie. Ik hoor in het merendeel complimenten aan de ambtelijke ondersteuning aan de wethouder. Helder leesbare notitie en daar kunnen we wat mee. En de ChristenUnie heeft nog een aantal punten ter overweging meegegeven en wil zich ook nog beraden. Daarmee concludeer ik dat het een bespreekstuk gaat worden richting de raadsvergadering volgende week. En het lampje van meneer Van Leeuwen brandt nog. Misschien dat u ergens op wilt reageren. Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Het is mooi om te zien dat er een kleine kern van liefde opbloeit tussen ChristenUnie en gemeentebelangen. Ik ben heel benieuwd waar dat toe gaat leiden. Ik vind dat u dat bij deze woorden wat onderwaardeert. Maar, Ik wil in elk geval de commissie heel hartelijk danken voor de lovende woorden aan het adres van de ambtelijke afdeling, want die zijn zeer terecht. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Wat betreft de lucht die in de exploitatie zit, daar kan ik u van toezeggen, en dat is al vrij hard nu gelijk, dat wij ook daar ons op dit moment mee bezig gaan houden om te kijken waar nu werkelijk gelden voor begroot worden en of die ook werkelijk gebruikt worden en zo niet wat we er anders mee zouden kunnen. Want dat geld dat heeft een functie, daar kun je wat mee. Dus daar vindt u mij volledig op uw pad. En tot slot dan de reserve maatschappelijke duurzaamheid in verband met decentralisaties. Correct, de stand 1,5 miljoen, ooit op 1,65 is die ingezet. Er is dus nog relatief weinig uit en ik zie op dit moment geen noodzaak om die aan te vullen.
Vandaar dit voorstel. Dank u wel voor uw reactie. Mijn conclusie was al richting Raad als bespreekstuk. En daarmee zijn er ook nog wat toezeggingen gedaan. En daarmee heeft u zelf aangegeven dat u daarop terug zou komen. Dank u wel voor de behandeling van deze notitie. Verder naar de volgende. En het is een omvangrijk voorstel. De verordening 212, 213 en 213a van de gemeentewet. Ik lees voor om kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen tussen de verordeningen en de voorbeeldverordening van de VNG. Of de oude en of de oude verordeningen. Het voorstel is om vast te stellen de financiële verordening 2015 onder gelijktijdige intrekking van de oude. En die was van 25 oktober 2004. Het Treasury Statuut gemeente Dalfsen van 31 mei 2010. In te trekken en de nota waardering en afschrijving gemeente Dalfsen van 28 maart 2011 in te trekken. Punt 3 is vaststellende controleverordening 2015. Daarmee wordt ook de oude van 25 oktober 2014 ingetrokken. En punt 4, vast te stellen onderzoeksverordening 2015. Onder intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dalfsen van 25 oktober 2004. De griffie fluistert. Verkeerde jaartal genoemd. Maar het voorstel ligt voor ons. En ik ga u vragen of er vragen zijn. Ik wil in twee rondes behandelen. En ik wil graag eventuele vragen richting de wethouder afvuren. Meneer Kleine-Koelkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Door de intrekking van het Treasury-statuut wordt de raad een controlefunctie uit de handen genomen. Daarvoor in de plaats komen door het college te bepalen en zoals ik lees al bepaalde uitvoeringsregels. Mijn vraag is, dekken deze uitvoeringsregels alle punten uit het Treasury-statuut en komt hiervan nog melding aan de raad? Dank u wel. Dank u wel, meneer Kleine-Koelkamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Het verlengde van de vragensteller hiervoor. Wij hebben zitten zoeken van, waar zitten nou de belangrijke politieke elementen in dit voorstel? Erg veel informatie, maar we missen eigenlijk net even die afweging van waar zitten nou de grote verschillen. En dan bedoelen we net iets concreter dan zeg maar de bijlagen. Kan de wethouder daar iets over zeggen? En een tweede vraag. Er wordt bij de kanttekening gesteld dat de nota reserves en voorzieningen hiermee wordt beïnvloed. Ook die we net besproken hebben, is de vraag. Dank u wel, meneer Nijkamp, voor deze vragen. Rechts, mevrouw Ramerman, CDA. Nou, het wordt een beetje een dooddoener, maar ik sluit me ook aan bij de vraag, wat is de politieke ruimte voor de gemeente hier in deze notitie, in deze verordeningen? En ik heb misschien nog iets een technische vraag, waar ook later wat antwoord op mag worden gegeven. Hoe wordt gemonitord dat we voldoen aan de in de verordening genoemde termijn met betrekking tot de oplevering van de rapportages? De rapportages die jaarlijks voorbij komen, dat zit wel in de genen, denk ik. Maar er zijn ook rapportages die één keer in de vijf jaar voorbij komen. Hebben we daar een systeem voor hoe dat gemonitord wordt? Dat was wel een vraag van mij. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Nog meer vragen? Nee, dan wil ik de wethouder vragen antwoord te geven. Ja, voorzitter. Om even te beginnen, ik denk dat we dan gelijk in één klap ook de belangrijke politieke elementen te pakken hebben. Wat de wetgever beoogt, is om een tweedeling te maken tussen een raad die vaststelt en monitort en een college dat uitvoert. Met betrekking tot het Treasury-statuut, wat nu ingetrokken wordt, of althans wat het voorstel is om dat in te trekken. Het blijft zo, volgens mijn informatie, dat vaststellen van het Treasury-statuut des raads is. Maar dat het uitvoeren van het beleid, dat binnen de kaders van dat Treasury-statuut bij het college is gedeponeerd. Dat is eigenlijk de hoofdmoot zoals dat mij is uitgelegd.
Voor wat betreft de kanttekeningen voor de noodreserve en voorzieningen. Ik kijk even om. Die zijn verwerkt in deze nota toch? De gevolgen van. Ja. De gevolgen van. Wethouder, ja. Misschien daar gelijk even mag inbreken. Want wij beslissen in de notitie dat we het Trustee-statuut 2010 intrekken. Dus dat die van tafel is. Ja, maar door het vaststellen van de financiële verordening stelt u tevens een nieuw treasury-statuut vast. En voor wat betreft de nota reserves en voorzieningen, die wordt beïnvloed, maar die zijn reeds verwerkt in deze nieuwe nota, de gevolgen daarvan. En dan... hoe wordt er gemonitord of er wel aan de termijnen wordt voldaan, zoals 5 jaar? Daar moet ik u op dit moment even het antwoord schuldig op blijven. Daar zal ik op terugkomen, mevrouw Ramaker. Rameman, sorry. Ja, ja. Mijn oprechte excuses. Namens mevrouw Rameman denk ik dat ze zijn geaccepteerd. Meneer Kleine Koerkamp wil reageren. Hij komt toch even terug op het Trustee-statuut. We bepalen dat we hem opheffen. En nergens wordt vermeld dat er een nieuw Trustee-statuut terugkomt. U gaat uitvoeringsregels, hebt u opgesteld. En moet ik dat lezen als een Trustee-statuut of wordt dat in deze verordeningen ingeplakt? Meneer Van Leeuwen? Ja, voorzitter. Voor zover mij op dit moment bekend is, is het zo dat met het vaststellen van de nieuwe financiële paragraaf door de gemeenteraad het treasury-statuut ook is vastgesteld. Ik moet u hier echter één slag om de arm houden in verband met afwezigheid door ziekte van de twee experts. Wat ik u ga toezeggen is dat wij morgen contact opnemen met de accountant, Deloitte. En dat wij Deloitte zullen vragen om hier een duidelijkheid in te geven. Ik heb op dit moment gewoon twee mensen die het antwoord zouden kunnen moeten weten. Die zijn er morgen ook nog niet. Dank u wel. Mag ik even onderbreken, want volgens mij staat het duidelijk uitgelegd in artikel 15. Maar ik denk dat het goed is om die nog even door te lezen. Als dat zo is, hoef ik niet meer naar de accountant. Die kosten weer besparen. Hier staat met alle respect dat het college per de ingangsdatum van deze verordening uitvoeringsregels op het gebied van de treasury vaststelt. Het college stelt die vast. Ja, en het college rapporteert daarover aan de gemeenteraad in de vorm van rapportages onderdeel van de PSC-cyclus. Dus wij moeten daar wel over rapporteren aan de gemeenteraad. Mag ik u vragen om schriftelijke toelichting te geven op dit onderdeel? Ja, dat ga ik zeker doen. Te verwarrend. Ja, begrijp ik. Mijn excuses daarvoor. Nee, begrijp het. Geen punt. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Waar we hier mee te maken hebben is de aanpassing van een aantal wezenlijke punten in de planning en controlecyclus en de instrumenten die we binnen dit huis gebruiken. Is het verstandig om, tenzij hier ongelooflijk veel haast mee is, maar die indruk die krijg ik ook niet, om toch nog eens even in de werkgroep planning en controle daar nog eens even iets wat meer uitleg over te krijgen? Is daar iets op tegen om even een kleine time-out op dit dossiertje te nemen? Kijk even richting andere commissieleden. Geen bezwaar tegen. Prima, zie ik. Knik ik. Ja. Dat wil ik dan toch even nagaan of dat daar een mogelijk bezwaar tegen zou zitten. Qua tijd. Ja. Ook dat horen we van u. Ja. En anders dan stel ik voor... Nee, zegt de griffier. Nee, sorry. Ja. Dan stel ik voor dat u eerst de informatie die nu is toegezegd aan ons doet toekomen. En daarmee kan ik niet concluderen of we de verordening als bespreekstuk, akkoordstuk na de raad. De volgende raadscommissie. Dan bespreken we het in de volgende raadscommissie als die tijdsdruk er niet op staat. Het onderwerp wordt dan opnieuw geagendeerd. Akkoord, dank u wel. Daarmee is
agendapunt 8 niet afgerond, maar wel agendapunt 9, beleidsplan participatiewet 2015-2016. Ook meneer Van Leeuwen is hier portefeuillehouder. Mevrouw Eliwet van Oijki kan aanschuiven als ambtelijke ondersteuning. Dit onderwerp is informerend. En daarmee behandeling in één ronde. Uw vragen en uw opinie graag in één ronde. Om een juiste behandeling van dit agendapunt te waarborgen. Er is vandaag nog een technische vraag van het CDA beantwoord. Die is op het rest geplaatst en is over mailwisseling of mailverkeer geweest. Dus dat wil ik nog even toevoegen aan het onderwerp. Dus daarmee vragenronde en uw opinie in één ronde. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor dit heldere beleidsplan. Al lezend wordt al snel duidelijk dat de uitwerking van de participatiewet geen simpel onderwerp is. Het vraagt om heldere spelregels en tegelijk een uitnodigende en stimulerende houding van zowel gemeente als werkgevers. En het vraagt om een actieve houding en wilskracht van de betrokken mensen. Voor hen is een stuk zekerheid weggevallen en ook zij weten dat het huidige arbeidsklimaat niet vanzelf banen biedt. Het uitgangspunt dat iedereen meedoet steunen we van harte. Evenals de keuze om sterk in te zetten op lokale werkgevers. Met name de bijlagen, zoals de instrumentenmatrix, geven veel informatie over de vele mogelijkheden die er zijn voor even zoveel doelgroepen. Het is een helder plan, dat zei ik al. We hebben wel enkele vragen, opmerkingen, zorgen. Het eerste. Heeft Delfzijl voldoende middelen om dit allemaal uit te voeren? Zeker nu er gekort wordt op beschikbare budgetten. Welke ambitie heeft de wethouder op dit terrein? De volgende vraag past hierbij. Hoe reëel is het allemaal? We weten dat vele groepen zich verdringen op de arbeidsmarkt. Is dit wel te doen? En dat geldt niet alleen voor de gemeente, maar zeker voor de mensen waar het om gaat. Het is goed om hen uit te dagen en tegelijk is het gevaar van teleurstelling erg groot. Wie maakt de keuze voor welke doelgroep? Nog een vraag. Hoe zijn de ervaringen met het werkbedrijf in onze regio? Is er al ervaring mee? De vierde vraag. Zijn er al instrumenten opgezet voor een concrete monitoring gekoppeld aan doelstellingen? En dan gaat het om de concrete gegevens, van hoeveel en hoe snel, maar ook de gegevens erachter. Hoe is iemand er geholpen? Wat is de ervaring van werkgevers? Wat is de ervaring van de mensen die een plek hebben gekregen? En als laatste zijn we benieuwd naar de ervaringen van de netwerker. En we horen daar graag iets meer over. Samengevat, voorzitter. Het is een ambitieus plan waarvan we de uitgangspunten onderschrijven. En we hopen dat dit plan goed zal uitpakken, zodat iedereen in Delfzijl echt mee kan doen. En bij de verdere uitwerking wensen we iedereen dan ook veel wijsheid en veel succes toe. Dank u. Dank u wel voor uw inbreng en uw vragen. De vragen worden vastgenoteerd door de wethouder. Ik ga links. Meneer Herman Kleine-Koelkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een stuk dat uitdagend is en goed leesbaar. Hiervoor wil ik allereerst onze dank uitspreken aan college, netwerker en ambtenaren. Het is wel een stuk waar we regels maken voor de toekomst. Maar we kunnen veel regels opschrijven en regels maken, maar het doet ons deugd dat u inzet op maatwerk. Het is goed dat we werken volgens regels, maar we roepen u op de komende periode deze regels als een rode lijn te gebruiken, maar ook flexibiliteit te betrachten. Het doel moet zijn zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Voor sommigen kan het inderdaad via de rode lijn, maar anderen komen onderweg weer drempels tegen waar ze overheen moeten. Als we hier flexibel mee omgaan, wat betreft de regels, bereiken we de beste resultaten. Een goede samenwerking met de plaatselijke werkgevers is van essentieel belang. We gaan ervan uit dat er een goede registratie komt waar de flexibele benadering vast ligt, zodat we over 2 jaar dit beleidsplan naar aanleiding van voorbeelden goed kunnen bijstellen. En vandaar dat we het ook goed vinden dat dit beleidsplan maar 2 jaar betracht. Toch heb ik nog een paar vragen. Onlangs las ik in een stuk over een conferentie doorbreken naar meer arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Hoofdconclusie was doorbraak naar meer arbeidsplaatsen voor werkzoekenden met een beperking komt nog niet van de grond. 120 bedrijven
maar 7 gemeenten, UWV Werkbedrijf, werkgeversservicepunten, provincies en ministerie hebben hieraan deelgenomen. De hoofdpunten die hieruit naar voren kwamen waren dat SW-bedrijven onder druk komen en werk teruggeven. Doelgroep is onvoldoende vindbaar voor werkgevers. Uitkomsten, beoordelingen voor, door UWV sluiten niet aan bij de markt. Successen zijn erg afhankelijk bij welke UWV men is aangesloten. Vooral dit laatste ben ik heel erg benieuwd hoe de contacten zijn met UWV Zwolle. Kunt u zich wat Dalsen betreft hierin vinden? In de gemeente Dalsen zijn 579 leerbedrijven werkzaam, van groot tot klein. Dat aantal verraste ons. Worden deze ook meegenomen in de benadering door de netwerker? Is er al iets meer bekend over de landelijke no-risk-polis? En in een stuk van de participatieraad staan afspraken. Moet ik dit lezen dat u samen met de participatieraad tot deze afspraken gekomen bent? En ja, verder vind ik het inderdaad een goed stuk en kunnen we er verder mee instemmen. En wensen we u heel veel succes de komende 2 jaar. Excuus. Dank u wel, meneer Pijnenkoek. Meneer Koetsier, CDA. Dank u wel, voorzitter. We zijn ook blij als CDA-fractie met het stuk wat voor ons ligt. Het positieve uitgangspunt namelijk om uit te gaan van wat iemand kan in plaats van de belemmering. Dat onderschrijft de CDA-fractie van harte. En ook met de doelstelling iedereen met arbeidsvermogen te leiden naar reguliere werk, daar zijn we het van harte mee eens. Er zijn tal van mogelijkheden om de mensen te laten participeren in de samenleving. Het is dan ook de uitdaging om dat daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Bij het beleidsplan willen we nog 3 punten naar voren brengen. Het eerste punt, dat noemen we graag het tweesporenbeleid. Uit het beleidsplan komt enkele keren naar voren dat prioriteit wordt gegeven aan mensen met uitzicht op regulier werk. Of bijvoorbeeld prioriteit bij mensen die nieuw in de bijstand instromen. De CDA-fractie is het van harte eens met de aandacht voor deze groep mensen. Maar wat als je wat langere afstand hebt tot de arbeidsmarkt? Dan lijkt het alsof je achter in de rij staat. En dat lijkt de CDA-fractie niet de bedoeling. De CDA-fractie wil dan ook graag spreken van een tweesporenbeleid. Zowel prioriteit aan de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook een actief beleid voor de groep met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Vraag aan het college is dus ook hoe zij de ondersteuning zien voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede punt betreft de netwerker. Uit het stuk blijkt dat deze netwerker een belangrijke rol en misschien wel ook al een centrale rol speelt. En de CDA-fractie wil benadrukken dat persoonlijk contact met onder andere werkgevers voor het ontzorgen van werkgevers enorm helpt om resultaat te boeken en mensen geplaatst te krijgen op regulier werk. CDA wil meegeven dat ze het belangrijk vinden dat hier daadwerkelijk tijd voor is. Dat minimaal tijd opgaat aan allerlei binnenwerk, zeg maar. Vraag van de CDA-fractie hoe het college hier tegenaan kijkt. En de derde vraag is een vraag in de zijlijn van het beleid. Bij de gemeente Dalsen is eerder gesproken over het inzetten van de taalmeter bij de intake van WWB'ers. En de CDA-fractie vraagt zich af wat dit is gerealiseerd. Nou, dit zijn de punten die wij mee willen geven. Maar in totaal wensen we het college veel succes bij de uitvoering van het beleid. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik ga proberen de inbreng die we willen doen te laten verlopen langs een paar korte citaten. U schrijft, aangezien we de afgelopen jaren geconfronteerd worden met een groeiend uitkeringsbestand en gelet op ons beschikbare participatiebudget, is het noodzakelijk om goede keuzes te maken voor een effectieve en efficiënte sturing op de uitvoering van de participatiewet. Heldere zin op zich. Maar dan is de vraag, kunt u iets nauwkeuriger toelichten, beschrijven, wat dit nou precies betekent? Is het bijvoorbeeld zo dat u met deze gedachte in het achterhoofd, dat dit gaat betekenen dat het budget leidend gaat worden bij wie wel of niet of als eerste geplaatst kan worden? En een tweede vraag bij het citaat is ook van, wordt vrijwilligerswerk straks een verplichte tegenprestatie?
Tweede citaatje. Daarnaast kunnen mogelijkheden verder worden onderzocht voor het invullen van leerwerkplekken en vacatures binnen de gemeente Dalfsen met uitkeringsgerechtigden. Kunt u iets vertellen over waar u dan aan denkt? Of moet ik dat zoeken in de sfeer van schoonmaak en catering zoals het hier eerder aan de orde hebben gehad? Dan staat ergens in het stuk nog dat er in het verleden aanvullend financiering is ingezet vanuit de Raad. En dat de Raad daar als uitgangspunt heeft bepaald dat de uitvoering van de participatiewet budgetair neutraal moet plaatsvinden. Moet plaatsvinden. Voor zover ik, en althans in mijn herinnering heb, is dat niet zo absoluut gesteld. Daar hebben we wel als raad besloten dat het in beginsel budgetair neutraal zou moeten zijn. En als er een overschrijding dreigt, dat dat dan aan de raad zou worden voorgelegd. Ik check het even bij u. En dan tenslotte zou ik willen wijzen op de opmerking die de participatieraad heeft gemaakt. Met name wat betreft de marketingstrategie. Dat is meer, die geef ik meer als suggestie mee van... Kunt u dat nog iets specifieker uitwerken in het stuk? Dat gezegd hebbend verder zijn we erg tevreden over het stuk zoals het er ligt. Goed leesbaar en wensen u er veel succes mee. Dank u wel, meneer Wildvank, voor deze inbreng. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Met het oog op de klok houd ik het zo kort mogelijk. Ook wij zijn van mening dat er een goed stuk ligt en dat de mensen die in de vuurlinie zitten of met hun voeten in de modder zitten, daarmee aan de slag kunnen. Ik deel de zorgen van mevrouw Lasje over, is er voldoende werk van bepaalde niveau en stel je de hoop niet te hoog, enzovoorts, enzovoorts. Aan de andere kant weten we dat we in een vergrijzende maatschappij zitten. Dus vooral voor de jongeren neem ik aan dat er wel een keer een gelegenheid is. Verder is het zo een vraag aan het college. Omdat er een toenemende stroom participanten is die beroep doen op de voorziening. En een afnemend budget. En we zien over 2015 al een tekort ontstaan. Hoe denkt het college daarmee om te gaan? En verder hebben we de reactie van de participatieraad gelezen, ook met betrekking tot ambitie versus de uitvoering en de noodzaak om de werkgevers daarbij te betrekken. Daar zijn we het van harte mee eens. En in aansluiting op wat heer Klein-Koerkamp zei over 2 jaar bijstellen, misschien dat we ook af en toe eens een keer kunnen horen hoe het verloopt in het kader van monitoring, zodat we een beetje kunnen volgen. Nee, maar ik vul dat aan. Maar ik zou niet helemaal 2 jaar daarmee willen wachten. En verder wensen we u veel succes met de uitvoering. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Ja, goed stuk. En opnieuw weer een lerend proces waar we met z'n allen net ingestapt zijn. Nog een paar vraagjes. Hoe vinden de werkgevers dat gaan? Hoe is feedback van hun? En daarbij komt dan automatisch de vraag, maar die is al eerder gesteld, de ervaring van de netwerker op dat vlak. En dan heel specifiek gericht op de contacten met de werkgever. Want daar moeten de plekken vandaan komen en die moeten ook met de mensen aan het werk. Het woord succes is afhankelijk daarvan, denk ik. En dan is de laatste vraag wat dat betreft, blijkt die ene FTE-netwerker, blijkt dat voldoende? Is daar al zicht op of begint daar nu al beeld van te komen dat als we daar beter werk op willen verrichten, hè, als dat noodzakelijk zou zijn, dat er meer mensen voor nodig zou zijn? Aansluiting voor werkzoekenden en werkgevers vinden, dat is ingewikkeld en ook uitdagend. Dus ik denk dat dat veel aandacht verdient in dit lerend proces. Succes daarmee. Dank u wel voor uw inbreng. Er zijn een aantal vragen gesteld. Ik denk deels voor meneer Van Mottels en deels voor meneer Van Leeuwen. Meneer Van Mottels, kan ik u het woord geven? Of wie? Meneer Van Leeuwen? Nee, bedoelt ik wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u. Er werd even gevraagd wat zijn de ambities van de wethouder. Die liggen voor een groot deel wel in deze notitie. En zijn die wel reëel? Dat is in feite wat ik mevrouw Lasje hoor vragen. Ik realiseer me heel goed, wij realiseren ons heel goed, dat onze ambities mogelijk verder reiken dan de realiteit toelaat. Maar als je niet met ambities in een dergelijk project staat, dan kom je ook helemaal nergens.
Dus wij proberen, wij doen ons uiterste best. En met name dan de ambtelijke afdeling en onze netwerker, die doen heel veel. Ik heb had de vraag verwacht, vandaag gevraagd om eens even een inzicht te geven van wat onze netwerker zoal doet. Per week worden 4 bedrijven bezocht. Er zijn er nu 70 hebben er plaatsgevonden en daar zijn 49 vacatures uit voortgekomen. Er zijn een aantal plaatsingen hebben plaatsgevonden. U riep op tot flexibiliteit. Ik denk dat we flexibel zijn, want wij nemen ook een deel mee van het werk van UWV. Dus WW'ers, WIA'ers, die vinden ook een plek. En er zijn er 8 die zijn preventief geplaatst in dat kader. Er zijn 3 mensen op werkstage gestuurd. Proefplaatsingen zijn er 11. Waarvan de 2 inmiddels helaas tot een mislukking zijn gebleken. Detacheringen, 5 stuks. We zijn bezig met een soort banenpool samen met aantal werkgevers en mogelijk een uitzendbureau. In dienst bij werkgevers direct 13, maar helaas part-time. Er zijn wat dat betreft, gebeurt er veel. En ik denk dat het ook goed is als u een dergelijk overzicht voortaan, en dat is in feite meteen een antwoord op een andere vraag, in de kwartaalrapportage meekrijgt. Want dan kunt u dat zelf constateren. Er zijn ook nog projecten die op dit moment draaien. Lemelenveld werkt. Een initiatief in Lemelenveld, wat in nauw overleg met ons plaatsvindt. Met Stichting Dalfsen werkt ook en met mevrouw Lammertink, de netwerker. We zijn bezig om verschillende werkvormen in de sigorijfabriek voor te bereiden samen met de toekomstige huurders. Het WWB-bestand werkfit maken, dat is ook zo'n vraag vanuit het CDA dan met name. Ja, wij hebben een tweedeling aangebracht in dat bijstandsbestand, omdat er mensen zijn waarvan we denken dat die relatief eenvoudig zijn toe te leiden naar werk. Maar er zit ook een groep in waarin dat veel lastiger zal zijn. Maar daar zijn we dus ook mee bezig om te proberen daar die mensen weer geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Het grote probleem wat zich voordoet is dat er met name veel mensen met een status, de statushouders op dit moment instromen in dat WWB-bestand. En dat ligt een stukje lastiger, want taal is een handicap. Verder is er ook nog een jongere die via SMON bij de schakel werkte. Dat mocht niet langer van UWV. Er is aan de alarmbel getrokken en ook daar hebben we een proefplaatsing weten te realiseren. En de geluiden zijn vooralsnog zeer positief. Dit geldt het hele bedrijfsleven breed in Dalfsen. Van de agrarische sector tot de industriële sector. Ja, dus er zit van alles zit daartussen. Er wordt overal gekeken van wat zijn de mogelijkheden. Maar vooral, wat zijn de mogelijkheden van die persoon? En welke werkgever past daar het beste bij? Want die klik, die moet gemaakt worden, die match. Niet iedere werkgever is geschikt om dit werk te doen. En niet iedere kandidaat is geschikt om bij een bepaalde klus uit te voeren. Dus dat is heel belangrijk dat er goed naar gekeken wordt. Successen worden dus geregistreerd. Het verhaal met de Mata's komt niet van de grond. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, landelijk. Dat is inderdaad een lastige materie. Die is moeilijk. Wat ik wel positief vind is dat de kwartaalrapportage van de WESO laat zien dat er op het gebied van detacheringen juist een flinke stijging te zien is. Een forse groei waarbij ze soms niet eens aan de vraag kunnen voldoen. Contacten met UWV Zwolle. Ik zou eigenlijk even liever willen praten over de contacten met de lokaal werkzame mensen van UWV. Die zijn goed, die zijn ook op een regelmatige basis. UWV als geheel is een wat loggere organisatie. Er zijn
549 leerbedrijven. Ik weet niet zo of dat die allemaal bekend zijn bij de netwerksten, maar we hebben dus ook mensen op leerwerkplekken neergezet. Ja, dus afhankelijk van waar is de persoon in kwestie het beste bij gebaat. Afspraken met de participatieraad, nou, die zijn nog niet gemaakt. Die participatieraad is ook nog maar net in functie. Zij hebben in die zin afspraken over hoe dat onderling werkt. Dat natuurlijk wel, maar ze doen aanbevelingen. En in overleg wordt er gekeken wat we daarmee kunnen in de praktijk. De middelen, mevrouw Lasje, ja, dat is een zorg. Dat is een grote zorg. Wij moeten jaarlijks het doen met minder middelen. En een stijgend aantal mensen die in deze regelingen komen. Ik heb wel begrepen dat er ook landelijk nu door de Haagse politiek tot inzicht is gekomen. Dat men nu met een enorme toestroom zegt van ja... Dit kun je niet allemaal zomaar één op één op het bordje van de gemeente schuiven. Dus wellicht dat daar nog wat soelaas komt. Binnen het sociale domein aan zich, dus de drie decentralisaties, lijkt het erop dat we het allemaal nog wel kunnen redden. Zijn vrijwilligers verplicht om een tegenprestatie te gaan doen? Nou, nog niet. Of is vrijwilligerswerk, is dat een tegenprestatie? Daar is ook een notitie over verschenen. Een antwoord op de vragen van het CDA die vorig jaar gesteld zijn. Wij zijn van mening dat mensen zeker een tegenprestatie, dat je die mag verwachten. Alleen, ook daar moet je weer uitkijken en zien van... Wat past bij de persoon in kwestie? We hebben het hier over gehad, inderdaad, over catering en schoonmaakwerkzaamheden. Maar je moet wel uitkijken dat je daar niet reguliere arbeidsplaatsen gaat verdringen. Maar wij zeggen van, nou, mensen krijgen de tijd om zelf met ideeën aan te komen. Maar als je na een bepaalde periode van een week of 6, 8 nog met niks aankomt, dan vind ik wel dat wij mogen zeggen van, nou, dit is een lijstje. En wat zou u daarvan van willen gaan doen? Een hele logische lijkt mij bijvoorbeeld werkzaamheden in de sociale moestuin. Waarvan de producten weer naar de voedselbank gaan. Meneer de wethouder, mag ik u onderbreken? Wilt u alstublieft de vragen beantwoorden? Want het is natuurlijk wel heel veel vragen die op u af zijn gekomen. Ja. Maar kort en puntig alstublieft. Volgens mij was dit een antwoord op een vraag van meneer Wildvank. Dat klopt, dat zei ik ook. Ja. De suggestie van de participatieraad met wat betreft de marketingstrategie, ik denk dat we die op dit moment zelfs al toepassen. Na 2 jaar bijstellen, nee, u krijgt iedere kwartaal krijgt u een kwartaalrapportage. En ik heb net gezegd dat het mij een goed idee lijkt om daar de bevindingen van onze netwerkster in mee te nemen. Zodat u actueel op de hoogte bent. Hoe vinden de werkgevers het gaan? Dat is nog veel te vroeg om te zeggen. De contacten die wij hebben met de werkgevers via de kringen, die zijn bemoedigend. Ook afgelopen donderdag was er weer een bijeenkomst en na afloop was er toch weer iemand die zei van bel me even. Blijkt 1 FTE voldoende of zijn er meer nodig? Ook dat is nog net even te vroeg om daar een sluitend antwoord op te geven. Ik sluit niet uit overigens dat wij mogelijk op termijn daar meer arbeidskracht op nodig hebben. En misschien dat er nog technische dingen zijn blijven liggen voor mevrouw Van Ooyki, maar dat durf ik niet te zeggen. Dank u wel voor deze beantwoording, meneer Van Leeuwen. Zijn er nog vragen blijven liggen waarop u antwoord zou willen wensen? Dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. En er zijn nog heel veel zaken te doen. Ik heb een toezegging gehoord om in de kwartaalrapportage de resultaten van de netwerker op te nemen. Die is genoteerd. En verder wordt u heel veel succes gewenst. En er zijn zorgen uitgesproken. Ambities zijn er. En dat mag je ook gelijk weer uitdagingen noemen in het algemeen.
Dank u wel voor de behandeling van dit agendapunt. En dat is de kwartaalrapportage Decentralisatie Sociaal Domein van het tweede kwartaal 2015. En er is een toevoeging gedaan, de rapportage van de Ombudscommissie Sociaal Domein. En die heeft gerapporteerd over het eerste kwartaal. En de vraag aan de raadscommissie, het is een informerende rapportage uiteraard. En het college heeft gevraagd om die Ombudscommissie rapportage van het eerste halfjaar mee te nemen. En we hebben eigenlijk gedacht, dat kan samen, want het is eigenlijk hetzelfde onderdeel. En daarmee wil ik u vragen, behandeling in één ronde, als er vragen zijn. En ik hoor graag uw reactie. En ik wil u vragen, gezien de tijd, om dat kort en bondig te doen. En dat wil ik ook aan de wethouder vragen, ook in zijn reactie daarop. Nou, meneer. Gelijk maar beginnen. Alsjeblieft. Op de allereerste plaats hartelijk dank voor deze rapportage. Voorzitter, op pagina 1 van de rapportage lezen we dat het nog steeds lastig is voor de jeugdhulp en de begeleiding WMO in te schatten of we binnen de begroting blijven. Dit omdat de zorgaanbieders achteraf factureren. Mijn vraag is, kunnen zij niet eerder factureren door alleen maar een niet optimaal werkend automatiseringssysteem zoals het er staat, of heeft dit ook te maken met de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders? Door telkens maar met voorschotten te werken, worden de instellingen ook niet geprikkeld om eerder te factureren. Het aantal gevallen huishoudelijke hulp loopt terug door het nieuwe beleid. Aflopende indicaties en overgang naar de algemene voorziening zorgen hiervoor. Betekent dit dat wij aan het eind van het jaar weer geld overhouden? We hebben net gehoord van de wethouder dat de netwerker goed werk verricht en dat de samenwerking met Lemelveld werkt goed verloopt. Deze geluiden heb ik trouwens ook in Lemelveld gehoord. Er is sprake van stapeling van eigen bijdragen en mede daardoor zorgmeiden. U schrijft dat tot op heden het de sociale kernteams gelukt is om tot oplossingen te komen. De vraag is wat dit voor oplossingen zijn. Worden er bijvoorbeeld eigen bijdragen kwijtgescholden? Over de herindicaties van de PGB's hebben we in de pers kunnen vernemen dat de gemeenten meer tijd krijgen. Hoe staan wij als gemeente Dalfsen ervoor? Zitten wij op schema? En dan tot slot iets over de Ombudscommissie. In een rapportage van de Ombudscommissie lezen we dat er in het eerste halfjaar 5 meldingen zijn geweest, waarvan nog 1 casus loopt. Dit aantal is niet spectaculair. Dat kan 2 dingen betekenen. Of we doen het goed in Dalfsen, of de Ombudscommissie is nog niet algemeen bekend. Wij verwachten dan ook dat als de professionals ook meldingen kunnen doen, de commissie veel meer werk zal krijgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De tweede kwartaalrapportage. En ik begin graag met iets positiefs. De rapportage van de Ombudscommissie, waarvoor onze dank. We zijn blij met deze rapportage. Niet omdat we graag willen dat er zaken fout gaan, maar wel omdat hieruit blijkt dat men deze commissie weet te vinden. We zijn benieuwd naar een meer inhoudelijke rapportage naar aanleiding van een concrete melding. Het blijft belangrijk dat er doorlopend wordt gewerkt aan de bekendheid van deze Ombudscommissie. En dan naar de rapportage zelf. Ook hiervoor onze dank. Maar het is jammer genoeg wel een heel mager rapportage. Wat erin staat is niet verkeerd, maar het is echt te weinig en het mist de diepte. Het is een korte opsomming van feiten zonder de nodige duiding en dat terwijl er een afgesproken format ligt. Het gevolg is dat er al lezend alleen maar vragen bijkomen en dat is jammer. Te meer daar in bijeenkomsten over onderwerpen op dit terrein blijkt dat er met kennis, inzet en betrokkenheid wordt gewerkt. En in de wandelgangen horen we hele positieve dingen over de aanpak van Dalfsen. Maar onze fractie mist een deugdelijke rapportage hierover. Een enkel voorbeeld, de PGB's. Wat er nu staat zegt niets over Dalfsen. Het is een algemeen verhaal. Wat zou er moeten staan? De stand van zaken in Dalfsen rond de betaling van de PGB's. Wordt er inmiddels uitbetaald? Wat wordt er gedaan om problemen op te lossen? Ook staat er niets over de stand van zaken rond herindicaties. Worden die gehaald? Op welke termijn? Wat zijn de verwachte gevolgen? Op deze vragen hoeven we vanavond niet allemaal een antwoord, maar dit zijn wel zaken die we moeten weten om de uitvoering van het beleid in dit ingewikkelde veld te kunnen beoordelen en waar nodig bij te stellen. We zitten nu nog in een overgangsjaar, maar 2016 komt snel dichterbij en vanaf 2017 moet het echt allemaal volgens plan verlopen. En daarom hebben we eigenlijk maar 1 echte vraag, waar blijft de afgesproken rapportage?
Ik ga er zonder meer van uit dat die de volgende maand zal komen als we naar het volgende kwartaal gaan. En we zien ook graag de opmerkingen en aanbevelingen van de transitiecommissie Sociaal Domein erin meegenomen. Er staat heel veel informatie in die rapportage en ook heel veel concreet wat in Dalsen meegenomen kan worden. Want die kunnen Dalsen verder helpen. Voorzitter, om toch positief af te sluiten. We zijn blij met de aandacht voor de problemen rond de eigen bijdragers. Als fractie van de ChristenUnie hebben wij daar specifiek aandacht voor gevraagd. En we lezen ook daar graag meer over in de volgende rapportage. Dank u. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik had enkele vragen opgeschreven, maar die zijn in de vorige bespreking al aan de orde geweest. Dat ging met name over de netwerken. Daar hadden wij wat zorgen over of die zijn taken allemaal kan vervullen. Een vraag was dan ook, en die werd ook genoemd, het project in Leemleveld. Het initiatief is daar tot stand gekomen. Zijn er al meer initiatieven in het werkgebied om daarmee misschien ook die netwerken te ontlasten? En de jeugdzorg, dat baat ons zorgen. Die rapportage is moeilijk te verkrijgen. Ik ben wel benieuwd of er nu is het september of er wat meer informatie is. Verder kunnen wij ons vinden in het stuk, het duidelijk stuk, maar met die vragen nog als kanttekening. En één positief wil ik nog wel even aangeven. We zijn onlangs op pad geweest met de buitendienst. En daar hebben wij WSW'ers gesproken en die zijn heel blij met de nieuwe werkgever. Dus ik denk dat het ook een compliment waard is dat we dat toch voor elkaar hebben hier binnen de gemeente. Bedankt voor zover. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wild van Partij van Arbeid. Dank u wel. Ik zal proberen kort te houden. Ja, we zijn blij met de stichting Dalsen Werkt. En ik sluit me even aan bij mevrouw Rameman. En we hebben dat inderdaad ook bijna aan de lijve mogen ondervinden. Dus dat is echt heel goed om te zien. Tegelijkertijd zie je toch ook dat er nog vrij veel mensen in de bijstand zitten. En dan zou het om die reden te makkelijk zijn om te zeggen, nou, we zijn wel klaar. Dus wij vragen ons af, en dat is, sluit ik een beetje aan op de vraag die ik net in het vorige onderwerp stelde, of er toch niet in die sfeer van activiteiten die we als gemeente uitbesteden iets meer nog kan worden gedaan om mensen aan het werk te krijgen. Ja, wat wij zorgelijk vinden is dat er onvoldoende inzicht is op de jeugdhulp en dan met name de facturatie. Dus we zijn nog even benieuwd hoe u daarmee denkt om te gaan. En we zouden u willen oproepen om de integratie van het Centrum Jeugd en Gezin in de sociale kernteams toch zo snel mogelijk handen en voeten te willen geven. Verder zijn we ook nog wel even benieuwd naar iets meer informatie over de problematiek van de eigen bijdrage. Dat hoorde ik net ook al even langskomen. Het stond vandaag ook weer in de krant dat er echt substantiële aantallen zorgmeiders zijn om die reden. En ik zou graag iets meer willen horen hoe u denkt daarmee om te gaan. Voor het overige vinden we de rapportage prima. Ik begrijp wel wat de ChristenUnie daarvan zegt. Maar het gevoel bij ons overheerst toch vooral dat we blij zijn dat dit er ligt. Dank u wel voor deze bijdrage, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij bij de inbreng van de heer Wildvank en mevrouw Rameman aan. Ik ben ook blij ermee. Ik heb nog een paar kleine vragen. Jeugdhulp. Het budget is, of het budget wordt budgetmatig benaderd, om het zomaar eens uit te drukken. Worden naar beneden bijgesteld, want de uurtarieven zijn naar beneden gegaan. En hoe verhoudt zich dat tot de kwaliteit van de zorg en het aantal uren? Dan is het zo dat er voor het hele jaar 2005 een herbeoordeling wordt gedaan voor de indicatie van zorg. En zijn er verschillen tussen eerdere indicaties? Kunt u er al wat van zeggen? De indicaties die nu worden afgegeven, en is er een efficiëntiewinst te ontdekken? Dan over de verschillen van budget. De tabellen die in de monitoring zitten, die geven toch wel een behoorlijke daling aan. Met name uitkering sociaal domein gaat van 12,3 miljoen dit jaar naar 10 miljoen in, zeg maar, ongeveer in 2019. 20% vermindering. Hoe gaat die gemeente dat verwerken in haar beleid? En dan is er een behoorlijke afname van de vraag naar huishoudelijke hulp. Is dat het direct gevolg van de nieuwe benadering en de herindicatie, of kunt u daar iets anders, kunt u daar uitleg over geven? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dat was het, dank u wel. Ja, dank u wel. Meneer Schuring heeft u vragen.
Voornamelijk een opmerking. Die sluit wel aan op hetgeen wat hiervoor aangeeft. Alleen, ik heb hem iets anders gelezen. We hebben een stramien aangegeven qua rapportage, zeg maar. En daar missen we wat gegevens in. Ik wou wel aansluiten bij de vraag van mevrouw Lasje. Is dit iets wat uit het stramien verdwenen is? Of is dit gewoon op dit moment gewoon nog niet op te leveren? En zal het erin komen zo gauw het wel op te leveren is? Dank u wel voor deze vraag. Dat is tevens uw bijdrage, begrijp ik. Ja, dank u wel. Daarmee ga ik nu richting de wethouder de vragen om te beantwoorden. Ja, voorzitter. Het wordt weer een co-productie. Dus ik zal de aftrap verrichten. De opmerking is gemaakt dat het een magere rapportage is. Dat het niet als een deugdelijke rapportage wordt ervaren. En eigenlijk deel ik dat wel gedeeltelijk met u. Want ook wij hebben intern al gezegd van het moet volgende keer toch nog beter gevuld worden, beter geladen worden. Het moet nog beter worden, de achtergronden moeten nog beter tot zijn recht komen. Dus wat dat betreft ben ik het wel deels met u eens. Daar hebben we nog een slag te maken en daar moeten we zorgen dat de volgende keer, u had het over volgende maand, maar ik hoop dat u bedoelt over 3 maanden. Want dan komt de volgende rapportage weer in beeld. Nee, we krijgen toch binnenkort hier, sorry voorzitter, mag ik even uitleg geven? Sorry. We krijgen toch binnenkort de volgende kwartaalrapportage, want het is nu september. Dus dan heb je oktober, november, december is het laatste kwartaal. Dus de afspraak is dat het in de tweede maand na de afloop van het kwartaal zou komen. Dus dat betekent binnenkort, toch? Ja, dat zou je denken. Maar ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Want we hebben toch zo gepoogd om in ieder geval de actuele stand van zaken weer te geven. En het heeft weinig zin om de volgende maand alweer een rapportage hier aan te bieden. Dus we gaan ervan uit dat het over 3 maanden is. En dan ben ik het met u eens. Dan moeten we ook zorgen dat dit beter gevuld gaat worden. We hebben het zeker nog voor ogen, maar er moet aan gewerkt worden. Dus daar kunt u op rekenen dat dat op een betere manier gestalte zal gaan krijgen. Meneer Rooijakkers, u had het natuurlijk wel over het feit dat we dit jaar als gemeente Dalfsen nog 12,3 miljoen euro tot onze beschikking hebben. En dat loopt zo geleidelijk af naar 9,9 miljoen, dus 2,4 miljoen euro minder in 2019. Dat is nog een gigantische slag die geslagen moet worden. En dat betekent dus, daarom is dus ook die transformatie ingezet. Ik bedoel, daar is het allemaal om te doen. Uiteindelijk moeten de zorgkosten naar beneden. En dat kan alleen maar bewerkstelligd worden door een andere manier van werken. En daar pogen we nu natuurlijk, de aanvang is dit jaar gemaakt. Maar u ziet wel dat die uitdaging gigantisch is. En of we dat allemaal gaan halen, laten we van jaar tot jaar gaan bekijken. En ik hoor ook over de jeugdzorg een verzoek om nog eens nader te duiden van hoe bent u nou aan het werk gegaan? Zijn er al efficiëntieslagen gemaakt? Die zijn er wel gemaakt, maar nog heel moeilijk te duiden. Ik zei het net ook al bij het vorige onderwerp. Ja, het is meten, weten, leren en verbeteren. En we zijn nog steeds aan het meten. En die facturering waar u op doelt, meneer Aardenbroek, kan dat niet vooraf gedaan worden. Ja goed, we hebben ook er is ook een beproefde DBC-methode, diagnose, behandeling, combinatie. Nou, ik bedoel niet vooraf, maar op tijd. Op tijd, nou ja. Dan moet je het bedrijfsleven ook, dan moet je op tijd factureren, ja. Anders krijg je je centen niet. Ja, en jullie werken maar met voorschotten, ja, dat prikkelt die mensen niet. Nee, maar goed, zoals gezegd, het is een nieuwe situatie. Je hebt te maken met de zorgaanbieders die op een bepaalde manier gewend waren om te werken destijds. En wat dat betreft moet een omslag gemaakt worden. Ook de automatiseringssystemen werken allemaal nog niet naar behoren. Ook dat is een traject dat natuurlijk in progress, zeggen ze dan, is. Maar dat moet natuurlijk wel, op een gegeven moment moet dat wel zijn vruchten gaan afwerpen. En dat is nu nog iets te vroeg om dat in ieder geval aan te kunnen tonen dat het daadwerkelijk aan het gebeuren is. Maar er wordt hard aan gewerkt. Dus dat wat betreft die DBC-methode ook, zorgen dat er eerder inzicht komt in de financiële cijfers. Helemaal mee eens. Onvoldoende facturatie hoor ik dan ook. Deugdelijke rapportage, waar blijft het afgesproken? Allemaal in hetzelfde stramien, denk ik. Eigen bijdrage, en hoe gaat het met de zorgmeiders? Wat is mijn kijk erop? Daar vraagt u naar. Belangrijkste dan is de vraag van, hebben wij al signalen ontvangen dat er veel zorgmeiders zijn? Die krijgen we wel, maar het is niet zo dat het nou hetgeen wat in de landelijke bladen leest. Het is niet zo dat we dat in Dalfsen nou veelvuldig horen. Maar ik ben het met u eens. Het zal ongetwijfeld voor een heleboel mensen toch, het heet niet voor niks drempelbedragen. Een aantal zou je kunnen veronderstellen dat ze inderdaad door zorg gaan mijden.
En mocht dat zo zijn, dan is natuurlijk ook de sociale kernteams zijn dan natuurlijk, die moeten dat in beeld hebben en dan ook maatregelen kunnen treffen of in ieder geval voorstellen kunnen doen om die mensen toch op weg te helpen naar een en op een goede manier te kunnen helpen naar een volgende stap te zetten tot hulp, ondersteuning, want daar gaat het om. Als het gaat om de ombudscommissie, ik heb vorige week met hen gesproken en nou ja, ze stellen zich ook open dat u in contact gaat treden met de ombudscommissie. Dus ik zou zeggen, nodig ze een keer uit tijdens een fractievergadering. Daar staan ze open voor en dan kunt u zelf horen en ervaren wat ze zoal tegenkomen. Ten slotte is het een onafhankelijke commissie en ik ben ook niet in de bevoegdheid om hen aan te sturen. Dus treed gewoon met hen in contact. Maar de eerste vergadering, of tenminste de eerste ontmoeting die wij vorige week hadden, daar bleek wel uit van dat ze tot nu toe tevreden waren over hetgeen hoe het beleid is in Delft, maar ook hoe de uitvoering is. En dat ze relatief weinig zaken op hun bordje kregen. En u zei al, zijn ze daarmee onbekend? Nou, ze hebben ook nog eens een keer een extra campagne zijn ze aan het gaan voeren om bekender te worden. En nu hebben inderdaad de zorgaanbieders kunnen zich ook melden. Wie weet zal dat misschien ook betekenen dat men drukker gaat worden bij de ombudscommissie. Maar dat moet allemaal blijken. Hier wou ik volgens nog even bij laten, voorzitter. Misschien dat mijn collega het over kan nemen. Dat was voorzitter, mag ik toch, mevrouw de voorzitter, zou ik heel kort even ergens op mogen reageren? Meneer Wildvang. 5 minuten geleden op nos.nl. 18% van de Nederlanders heeft dit jaar zorg uitgesteld of gemeden als gevolg van het eigen risico. Nou kunnen we natuurlijk net doen alsof die 18% zich niet in Dalfs voordoet, maar ik zou u toch serieus willen suggereren om eens te kijken van hoe dat nou zit. Risico is dan wat anders dan eigen bijdrage. Eigen risico gaat over de verzekering. Dit is een punt van zorg wat u aanhaalt. Ik wil het toch niet ontkennen hoor, dat het niet. Maar ik wil het nog eens een keer een navraag naar doen van wat voor signalen krijgen we daar in Delft van binnen. Bij mij is het tenminste althans, ik hoor het niet heel veelvuldig. Maar we zullen zien, ik zal het zeker ook nog eens even proberen te achterhalen van hoe in welke mate het in Delft voorkomt. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Dank u voorzitter. Volgens mij zijn er maar 2 kleine puntjes. Lemelenveld werkt. Mevrouw Rameman vraagt, zijn er meer initiatieven die de netwerker ontlasten? Het tegendeel is waar. Ze heeft er iets meer werk door Lemelenveld werk te begeleiden. Maar er is op dit moment alleen Lemelenveld werkt dat als initiatief is. En wat een goed initiatief is, waar we ook heel blij mee zijn. En die gaan straks ook aan het werk met het opknappen van, althans is de bedoeling, de garages langs het kanaal. Dat, hartstikke leuk idee was dat. Ga je op reageren, voorzitter? Ik snap dat het eerst extra werk geeft om het op te starten, maar ik denk als het eenmaal loopt en de contacten gebeuren vanuit Lemelenveld met de ondernemers, dan hoeft de netwerker niet meer met die ondernemers in gesprek. Nou, dat ben ik niet met u eens, want ik wil juist dat ze de netwerker wel kennen. Okay. Op het moment dat er een vacature is, moeten ze meteen denken, hey, Barbara Lammertink. Ja, maar je zou kunnen ontlasten door het te delegeren in de dorpen. Nou, haar opdracht is om met die werkgevers contact te maken. Veel mensen in de bijstand, kan er wat bij uitbesteding worden gedaan, wat meer worden gedaan, vraagt meneer Wildvank. Ik wil daarna laten kijken. Ik kan u wel vertellen dat bijvoorbeeld dit jaar de 4 havenmeesters mensen zijn die vanuit de uitkering daarvoor ingezet zijn. Dus wij proberen daar ook zelf wel creatief in te zijn. Dank u wel voor deze aanvullende opmerkingen. Daarmee concludeer ik dat we de kwartaalrapportage sociaal domein hebben besproken. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. Ik zal even proberen te verzamelen. De volgende kwartaalrapportage op het format zoals we vanuit de gemeenteraad richting het college hebben voorgesteld. Er wordt geknikt. Dank u wel voor deze toezegging. En u zou proberen te komen achter de zorgmeiders ten gevolge van de stapeling eigen bijdrage. Dan wel eigen risico. Er zit nog wel even een verschil tussen eigen risico, ziektekosten en de eigen bijdrage die in het kader van de zorg wordt gevraagd. En een derde. Nee, geen toezegging. 2 toezeggingen. Dank u wel voor deze. 1 agendapunt op de agenda staan. Evaluatiesportfonds. Gezien de tijd. 5 voor 11.
Ik wil recht doen aan het onderwerp. Kunnen we het nu behandelen? Ja, zie ik links. Ja, zie ik rechts. Dan wil ik u vragen kort en puntig kennis te nemen van het collegebesluit om het jeugdsportfonds voor te zetten. Kan soms kort misschien. Mevrouw Las. Kan heel kort. Een hartstikke goed plan doen. Dank u wel voor deze bijdrage. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Het was inderdaad de kennisname en het zal u ook niet verbazen dat wij dit collegebesluit van harte ondersteunen. Het is spijtig te moeten constateren dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt, maar prettig dat het Jeugdsportfonds hierin voorziet. Wij willen onze waardering dan ook uitspreken voor de ambassadeurs die zich inzetten om dit fonds te vullen. En we hebben nog een paar opmerkingen of tips. Dat, in het stuk staat dat flesje in Dalfsen zit, maar dat zit nog steeds in Nieuw-Leuzen. Misschien kunt u dat nog even aanpassen. En we vinden het belangrijk dat in de communicatie naar de burgers toe duidelijk wordt gemaakt wanneer er een beroep wordt, kan worden gedaan op het Jeugdsportfonds of op het armoedebeleid. Dank u. Dank u wel voor deze bijdrage, mevrouw Snijder. Mevrouw Rameman. Dank u wel, CDA. Voorzitter. Wij zijn ook blij met deze notitie en in dit besluit. Sport is belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor het sociaal gebied, het ergens bij horen. Contact hebben met leeftijdsgenoten vinden we erg belangrijk. Wel nog een aandachtspunt. Zijn mooie restbedragen nog die nog ingezet kunnen worden. De ambassadeurs zijn er, maar toch zie ik nog wel een beetje een verdeling per kern. Misschien is het toch goed om per kern toch goed in beeld te brengen of het goed bekend is in deze kernen. Dat is mijn aandachtspunt nog. Dank u wel voor deze bijdrage, mevrouw Rameman. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, prima. Blij met de notitie en doen. Fijn, dank u. Meneer Rooijakkers, D66. We constateren forse toename van het aantal deelnemers. Dat is positief. Ja, dat is wel positief, want de doelgroep is nog steeds 350 kinderen uit 820 gezinnen. En er is een toename van 15 naar 73, dus er is nog wat te winnen, zou ik zeggen. Want het zou eigenlijk wel goed zijn als de meeste van die kinderen uit de doelgroep gezinnen eraan meedoen. Dus wat dat betreft wil ik dat wel vragen van. En ja, dat is belangrijk om die toch te bereiken. Want dat is de doelstelling van het Jeugdsportfonds. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de medewerking van de ambassadeurs en van de vrijwilligers. En van het Rabobank Foundation. En ik wil als medesubsidieverstrekker, en ik wil ook eigenlijk vragen, heeft de stichting nog verder initiatieven ontplooit om meerdere subsidieverstrekkers te werven? Want het is natuurlijk wel een fantastisch doel waar je als bedrijf misschien wel je naam aan wil verbinden, middels een donatie of anderszins. En ik zou zeggen, sport is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van kinderen. Draagt bij aan gezondheid, sociale ontwikkeling en vaardigheden op allerlei gebied. We zijn er helemaal voor om het door te zetten. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Rooijakkers. En meneer Schuring. Ik wou me laten verleiden tot alleen te zeggen en doen. Prima stuk, maar ik wou er aansluitend toch wel één opmerking maken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het aantal doelgroepgezinnen omlaag gaat. Juist. En, eigenlijk... Dus wat dat betreft, dat is dan die extra duiding. Bij de opmerking. Perfect. Dank u wel. Er is één vraag gesteld door meneer Rooijakkers, meneer Van Martels. En een aandachtspunt vanuit de communicatie per kern, vanuit CDA. Ja, en de complimenten aan de ambassadeurs en vrijwilligers. Ja, die hebben veelvuldig naar voren gebracht. Ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Die doen fantastisch werk. En die hebben er ook voor gezorgd dat dit tot nu toe een succes is in Dalfsen. Want ik ken ook gemeenten waar het Jeugdsportfonds inmiddels weer is afgeschaft. Omdat het daar met name vanwege het feit dat men het Jeugdsportfonds niet wist te vinden, eigenlijk geen succes is geworden. Maar hier gaat het toch redelijk goed. Zeker die aantallen die genoemd zijn. En daar wordt ook continu aan gewerkt. En als het gaat om de werving van middelen, wat dat betreft is het... Dat lukt heel goed, moet ik zeggen hoor. Heel veel bedrijven en heel veel goede doelacties die verbinden hun naam aan het Jeugdsportfonds. Dus dat is positief om te ervaren. Maar het zal blijvend onder de aandacht gebracht moeten worden. Ook in alle kernen, ben ik het helemaal met u eens. En daar valt nog iets te winnen. Maar voorlopig zijn we goed op koers. En ik denk dat we dit verder moeten gaan uitbouwen. Wordt vervolgd. Hartelijk dank daarvoor. Dank u wel voor deze reactie en we wensen u daarbij veel succes. En ook met name het Jeugdsportfonds. De complimenten zullen vast worden overgebracht aan de ambassadeurs en vrijwilligers. En alle mensen die actief zijn. En ook de subsidieverstrekkers. Bij deze concludeer ik de sluiting. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Het was een lange zit, moet ik eerlijk toegeven. En soms ook wel wat lastig om tot een conclusie te komen. Maar het is gelukt en ik sluit om 11 uur...
exact deze vergadering. En ik wens u nog een fijne avond voor de rest. Hartelijk dank.